Geachte aanwezigen, het is 19:30 geweest. We hebben elkaar veel te vertellen, merk ik. Van harte welkom, aanwezigen, raadscommissie, college, meneer Smit. Op de tribune, van harte welkom. De perstafel is bezet. Publiek op de tribune, van harte welkom. Langs deze weg wil ik de opening doen. En heb daarmee ook de opening gehad. Meneer Lochtenberg heeft aangegeven niet aanwezig te zijn. We gaan over naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er zijn geen aanmeldingen en daarmee is agenda punt 2. We gaan naar vaststelling agenda. Op scherm ziet u wat de volgorde is en ik stel voor om de volgorde. En dan gaan we over naar agenda punt 4, het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. En dat ging over de inhuur. De Rekenkamercommissie heeft het tweede onderzoek uit zijn onderzoeksprogramma afgerond. En dat onderwerp ging over inhuur van derden. De raadscommissie wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport en om de conclusies en aanbevelingen over te nemen. En daarbij volgt normaliter ook een verzoek of opdracht aan het college om daar iets mee te doen. Maar in dit geval, het college heeft dit al toegezegd in de reactie, een bestuurlijke reactie daarbij. Dus er komt sowieso een plan van aanpak naar de gemeenteraad. Maar dan is het eerst nog aan de raad om de aanbevelingen die zijn gedaan over te nemen. Nogmaals, meneer Smit, als voorzitter van de Rekenkamercommissie, welkom. Ik wil u als eerste het woord geven om een korte toelichting te geven op de rapportage zoals we die hebben ontvangen. Dank u wel. Dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden. Het gaat over inhuur van derden. Dat is adviseurs en personeel, gaat het om. En in dit geval is het van belang, omdat natuurlijk de vraag is, wat doe je als gemeente zelf en wat doe je niet als gemeente zelf? En gemeente Dalfsen heeft nadrukkelijk gezegd vanuit de organisatievisie, we kiezen niet uitdrukkelijk voor een regierol, maar wel voor een kleiner ambtelijk apparaat met een grotere flexibele schil. En dan betekent het dat je bewust kiest om bepaalde specialistische taken niet zelfstandig uit te voeren, maar voor die taken in te huren of samen te werken met andere organisaties. De gemeente wil een compacte organisatie zijn en heeft de wens om de flexibele schil, dat is dus zeg maar, niet eigen personeel, maar wel geldverlies, die zij sinds 1 januari 2015 heeft, de komende jaren te vergroten. Nou, die komende jaren gaat ons onderzoek niet over, en het vaste personeel te verkleinen. Wat in het onderzoek is gekeken is van hoe loopt dat nu? En er is geconstateerd dat er wel overwogen keuze wordt gemaakt op of wel of niet tot inhuur wordt overgegaan. In het managementteam wordt besproken en nadrukkelijk wordt afgewogen of er andere mogelijkheden binnen de gemeente, binnen de organisatie of bij andere gemeenten zijn. En de Profacto heeft het onderzoek gedaan en de Rekenkamercommissie heeft zich daar uiteraard ook tegenaan bemoeid. En er is geconstateerd in ieder geval dat het inhuurbeleid en de uitvoering daarvan rechtmatig, doelmatig en doeltreffend zijn. Dus dat is op zich heel positief. Toch hebben wij nog wel een aantal puntjes gezien waardoor we zeggen er zijn verbeterpunten. Er werd wat minder in 2013-2014, dat is de periode waarover het ging, minder aandacht besteed aan de procedures. En dan gaat het over zaken als de rol van de inkoopcoördinator, die is in het beleid beschreven, maar is niet ingevuld en daardoor werd het in ieder geval in die jaren niet structureel bekeken. We hebben ook geconstateerd dat bij verlenging de inhuur regelmatig verlengd wordt zonder dat de andere opties verkend worden. We hebben ook gezien dat er op zich in de besluitvorming het goed gaat, maar in de archivering en de dossiervastlegging, dat daar nog wel een heleboel puntjes te verbeteren zijn. Er is ook niet vastgelegd over welke documenten in het dossier moeten komen. En ook niet vastgelegd hoe in ieder geval een eindevaluatie moet plaatsvinden. Er is wel vaak een tussenevaluatie, is ons verteld, dus dat klopt wel weer. In de conclusies hebben wij ook gekeken van, is nou dat die flexibele schil, is die nu erg groot hier of in vergelijking met andere gemeenten? Nou, gelet op de keuze, kleiner ambtenarenapparaat, groter flexibele schil. Ik heb net al gezegd, wordt er meer ingehuurd dan een gemeente die kiest om alle taken zelf te doen. De uitgaven voor inhuur van derden gerelateerd aan de totale personele kosten
En dat was in 2013 17,4% van de loonsom en in 2014 19,7% van de loonsom. Die passen bij die rolopvatting. En vergelijkbare gemeenten met een vergelijkbare rolopvatting is er bij die lager zitten en bij die hoger zitten. Dus wat dat betreft zit dan ze mooi in het midden. Een ander puntje wat wij gezien hebben is dat de overzichten die de gemeenteraad op dit moment ontvangt laten verschillende overschrijdingen zien van de vooraf ingeschatte kosten. En dan blijkt dat alleen de overschrijdingen op de grootboekposten gemotiveerd worden voorgelegd aan de gemeenteraad. En overschrijdingen op kostenplaatsen die binnen grootboekposten kunnen worden verrekend, worden niet gerapporteerd. En dat kan een effect hebben in de zin van, even een willekeurig voorbeeld, maar dan is het makkelijkst uit te leggen. Stel, we geven 100.000 euro meer uit voor inhuur van personeel. En dat gaat ten koste van een begrotingspost in diezelfde kostenplaats van stenen, ik noem het maar willekeurig. Dan is het optisch netjes vlak, maar het kan best zijn dat die stenen volgend jaar nodig zijn en dat het dan alsnog weer komt. Dus de conclusie was van laat in ieder geval de rapportage van de overschrijdingen ietsje duidelijker zijn en dan uiteraard niet over kleine bedragen, maar kies een grensbedrag, 50.000 euro of 30.000 euro of 100.000 euro en zich daarboven ook binnen kostenplaatsen melden. Het laatste wat u net al zei, van het college heeft toegezegd om met een plan van aanpak te komen. En nee, goed, dat komt bij u in de raad, dus dan kunt u kijken of waar ze wel en niet verder nog op reageren. Dat was het. Dank u wel voor deze duidelijke toelichting. Dank u wel. Ik stel voor om te behandelen in twee ronden. Dus als eerste wil ik graag de vragen inventariseren. Die zullen we dan aan het college voorleggen. Die mogen ze beantwoorden. En in de tweede ronde hoor ik graag uw opinie. Wie heeft vragen naar aanleiding van de rapportage? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hebben we één vraag richting het college, ambtenaren. Kan men ons aangeven wat de ervaringen zijn van het college en ambtenaren over de rekenkamer onderzoeken? Ik denk bijvoorbeeld aan de vraagstelling zoals die ervaren wordt en aan de tijdsinvestering die men daarvoor kwijt is. Dank u wel voor deze vraag. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Een korte vraag. In het stuk, of in de reactie van het college staat dat het plan van aanpak, het verbeterplan, hoe je het noemen wilt, door het college zal worden afgedaan en dat de raad via de RIS zal worden geïnformeerd. Dit is op zich wel een wezenlijk punt. Het wordt nu ingebracht in de raad. Wordt de raad alleen maar via de RIS geïnformeerd of is er ook nog een mogelijkheid om het er hier in een commissie over te hebben? Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Uitslag, CDA. Dank u, voorzitter. Twee vragen. De eerste is, we hebben het al even gehad over de dossiervorming, u heeft er al even over gesproken. Worden de ervaringen per gehuurde partij, ingehuurde partij ook vastgelegd? Ik weet niet goed aan wie ik het moet stellen. Heeft u het kunnen constateren? Dan mag u het antwoord geven en anders misschien iemand van het college. Want het is in het kader van de goed inkoopbeleid, inkoopmanagement, wel cruciaal. En verder lees ik een van de conclusies dat de inkoopcoördinator te weinig tijd heeft om goed te kunnen evalueren en om zijn rol goed te kunnen spelen. En voordat we dat direct als een, dat kan, laat ik het anders zeggen, het kan worden beleefd door derden als dat een weeffout zou zijn geweest bij de reorganisatie. En voordat wij die conclusie gaan trekken, zou ik graag eens daar het college over horen of misschien uw mening als Rekenkamer. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Royakkes, D66. Dank u wel, voorzitter. Over het rapport en de aanbevelingen heb ik niet veel vragen of opmerkingen. Maar het was wel een interessant overzicht dat gegeven is van de inhuurkosten als percentage van de loonsom in vergelijking met andere gemeenten. En informatie geven is ook vragen oproepen. Zoals, wat is het percentage in 2015 geweest? En zet de stijgende trend die er in de vorige twee jaren was zich door? En natuurlijk, hoe verhoudt de loonsom van Dalfsen zich tot de andere gemeenten?
En lopen we daarmee uit de pas of is het juist gunstig? Want dan pas denk ik dat je een integraal oordeel kunt geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royak. Is meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Aansluitend op het laatste stukje zagen wij dat het overzicht van de verschillende gemeenten over verschillende jaren zich splitste. Regio's werden op 2008, 2009 gezet en wij werden op 2013, 2014 vergeleken. En ik heb altijd geleerd, als je dingen wil vergelijken, dan moet het wel gelijkwaardig zijn. En zeker omdat de 3D's specifieke invloeden hebben gehad op. Dus is dit vergelijk eerlijk te maken? En zo niet, kan er een ander vergelijk gemaakt gaan worden? Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Ik denk in eerste instantie toch maar aan de Rekenkamercommissie. De eerste vraag sluit wel naadloos aan bij datgene wat de heer Royakkers ook al stelde. Er worden percentages genoemd, maar dat zegt niks over de absolute grootte. En ook niet de relatieve grootte ten opzichte van andere gemeenten. We streven naar een compacte organisatie met een behoorlijke flexibele schil. Maar hebben we nou ook die compacte organisatie bereikt? Hoe kunnen we dat traceren? Tweede vraag is van, is er ook gekeken naar de fiscale risico's ten aanzien van inhuur? En de derde vraag is, die heeft betrekking op aanbeveling 10, waar gesproken wordt om eventueel meerdere raamovereenkomsten aan te gaan. Dat heeft de gemeente Dalfsen blijkbaar op dit moment niet. Het college heeft erop gereageerd. Maar hier raak je wel potentieel iets van doelmatigheid. Oftewel, als je maar één raamovereenkomst hebt, hoe sterk sta je dan überhaupt nog in je tarievenonderhandeling? Huren wij eigenlijk wel voldoende scherp in? En de laatste vraag gaat over de duurzaamheid. Wat zijn de zichtbare elementen in het element duurzaamheid bij inhuur van derden? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Wie kan ik als eerste het woord geven voor de beantwoording? Meneer Smit, mag ik u het woord geven? Dank u wel. Volgens mij waren niet zoveel vragen aan mij gesteld. Er is gevraagd op een bepaald moment van, de heer Schuring heeft net gezegd, van de percentages van de flexibele schil zijn over verschillende jaren. Dat heeft ermee te maken dat het bureau wat het onderzoek gedaan heeft, pro facto, in die jaren de rapporten heeft, hetzelfde soort rapporten heeft gemaakt voor die gemeenten. Ik geef direct toe dat als je dan de 3D's heeft, dan dat je kunt zeggen dat is natuurlijk veel meer inhuur geweest dan bijvoorbeeld in 2005, zei u geloof ik, 2008. Althans, ik kan me even geen grote operatie herinneren in 2008, zal er vast ook wel geweest zijn, maar niet op de schaal van de 3D's. Dus dan mag je in die zin nog wel een beetje vergelijken dat het percentage van Dalfsen dan in vergelijking daarmee nog beter past dan anders. Absolute bedragen van loonsommen hebben wij niet gezien. Dat heeft overigens ook helemaal geen zin om dat te gaan vergelijken met 2008 of 2009, denk ik. Dan zou je echt bijvoorbeeld in kring van hoofden personeelszaken of hoe die kring mag heten, moeten gaan kijken van wat hebben vergelijkbare gemeenten aan personeel. Dus ik denk dat dat niet te zeggen is. Kijk, uiteraard kun je bepaalde percentages terugrekenen aan totale loonsom, maar dat is toch moeilijk. Dus in die zin, dat is met dit onderzoek absoluut niet te doen. Dus ook de vraag, hebben wij de compacte organisatie bereikt, kan ik niet beantwoorden. Dat hangt puur af van de raad van de totale omvang. Meerdere raamovereenkomsten, het college zegt dat maakt daar een kanttekening om, laat ik het zo zeggen. En die kanttekening snap ik wel. Aan de andere kant zeggen zij ook, en dat was eigenlijk ook meer de achtergrond van onze verhaal. Als je nou zegt van er zijn bepaalde functies die we niet bij die bureaus kunnen inhuren, ik noem maar wat technicus of meer financieel, ik weet niet wat die bureaus precies hebben, dan heeft het dus weinig zin om dat naar die bureaus te doen. Dus in die zin kan ik snappen dat ze zeggen we gaan niet offertes vragen of iets in die geest. Aan de andere kant zou je dan ook kunnen zeggen als ik een speciaal tarief wil hebben, dan kan ik ook vragen aan die bureaus van ik wil met jou ook een raamovereenkomst sluiten waarbij je in ieder geval een gunstig tarief afspreekt. Overigens, zo'n raamovereenkomst heeft inderdaad tot effect dat je eigenlijk voor altijd een relatief gunstig tarief afspreekt. Maar
als er een keer honger is en offertes gaat vragen, zou je lager kunnen komen. Maar als het veel werk is, dan kom je hoger uit. Dus het werkt aan beide kanten een beetje. Maar meestal zijn raamovereenkomsten toch net iets voordeliger. Ik weet niet, duurzaamheid vraagt u over. Dat zegt mij helemaal niets in relatie tot... Ik zit even... Wat is duurzaamheid? Bedoelt u daarmee milieuzaken enzovoort of de duurzaamheid van de relatie? Ja, voor zover ik het goed heb, staat er in de notitie op een gegeven moment ook bij de definitie of de doelstelling van de gemeente Dalfsen voor inkoopbeleid het onderwerp duurzaamheid. Oké, dan mag de gemeente... Dus misschien is dat dan een vraag om even bij het college neer te leggen. Ja. Dank u wel, meneer Smit. Mag ik het college het woord geven? Meneer Noten. Ja, dank u wel. Met betrekking tot de duurzaamheid, laat ik dat er maar gelijk doen. Dat is met betrekking tot het inkoopbeleid zeker aan de orde. Met inhuurbeleid eigenlijk gezegd niet. Ik geloof niet dat wij, ik vroeg het net even bij de directeur nog een keer na. Maar we hebben, als het gaat om inhuur van derden, hebben wij geen duurzaamheidsbeleid. Het lijkt ons, ik weet ook niet precies hoe ik het zou moeten vormgeven. Moet ik u eerlijk erbij vertellen. Zouden elektrische auto's bij, nou ja, weet ik niet. Dus we kunnen het eigenlijk niet zo goed verzinnen. Maar we hebben er ook nooit over nagedacht. Dat moet ik erbij vertellen. Meneer Schuurman opende met van gemeentebelangen opende met een algemene vraag. Hoe waarderen wij de rekenkameronderzoek? Daar heb ik mij niet op voorbereid, meneer Schuurman, op die vraag. En dat vind ik ook ingewikkeld om daar zomaar een antwoord op te geven. Dit onderzoek hebben we als waardevol ervaren, maar niet verrassend, als u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Dus het prima onderzoek, we herkennen ons ook echt in de beelden, die zijn gedeeld. Maar die hadden we kunnen voorspellen. Ik ben wel zo misschien een beetje flauw, maar ik wil de bal wel terugspelen. Want de rekenkameronderzoeken zijn er niet voor ons, die zijn er echt voor u. Dus de vraag zou je toch echt aan uzelf moeten stellen en denk ik in de eerste instantie, in tweede instantie aan het college. En ik kan me voorstellen dat ook al bevestigt een onderzoek, zeg maar die hypothese, in dit geval is dat zo, denk ik. Ik denk dat de onderzoek zegt dat het er best redelijk uitziet. Dan nog is dat af en toe fijn om te onderzoeken. Want ook goed nieuws moet wel verteld worden, want het had ook slecht nieuws kunnen zijn. Ik weet niet of het misschien wat verwarrend antwoord, maar dat zei zo. Meneer Wildvank, ja, wij denken omdat het geen uitzonderlijke uitkomsten zijn, en met name in de... Daar kom ik dadelijk op. Met name in de administratieve afhandeling hebben we nog wat werk te doen. Is het college van mening, ook omdat het haar bevoegdheid is, dat we daar gewoon een plan van aanpak van kunnen maken. Dat gaan we gewoon uitvoeren in plaats van op het RIS. Mocht u echter de behoefte hebben om vervolgens dat plan van aanpak te agenderen in een raadscommissie of zelfs te amenderen of daar een motie over in te dienen, dan staat u dat natuurlijk altijd vrij. Maar wij als college doen het niet op voorhand. Dus u moet het wel zelf spannend genoeg vinden wat we straks doen om te agenderen wat ons betreft. Maar uiteraard staat het u vrij. De heer Uitslag legt met zijn vragen in feite de vinger op de zwakke plekken op dit moment. Als het gaat om dossiervorming, bijvoorbeeld ervaringen achteraf met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk, is dat voldoende vastgelegd en is dat voldoende geëvalueerd? Ja, dat is dus onvoldoende op dit moment, vinden wij zelf. En daar willen we verbeterslagen maken. Dat gaan we ook meenemen in het plan van aanpak. Of de inkoopcoördinator te weinig tijd heeft, dat is niet zo voor de huidige functie, voor de huidige taken die hij heeft, maar daarvan constateren we dat het administratief eigenlijk niet voldoende is. Is dat een weegfout in de reorganisatie? Naar onze mening niet. Want als wij veel capaciteit hadden ingehuurd in de afgelopen jaar op dit punt, dan hadden we het onszelf weer moeilijk gemaakt als het ging om een eventuele aansluiting bij het Shared Service Center. Dus de vraag is dan hier altijd, wat doe je? Ga je eigen organisatie op voldoende capaciteit zetten, met daarmee een probleem creërend? Als het gaat om toekomstige samenwerking of niet. En wij hebben ervoor gekozen om het minimaal in te vullen. Zodat we in ieder geval de vrijheid hebben, dadelijk in andere samenwerkingsverbanden, om daarop aan te sluiten. Het is geen weeffout, het is een bewuste keuze. Maar het moet wel een keer beter worden. En meneer Rooijakkers. Wat is het percentage 2050 geweest, kan ik u zo niet zeggen. Dat sommetje heb ik niet paraat. En hoe verhoudt de loonsom zich ten opzichte van andere gemeenten? Dat is, ook daarover kan ik niks zeggen. Ik kan u wel vertellen dat er om de zoveel tijd onderzoeken gedaan worden, als ik het goed heb, met name door Berenschot, iedere 3-4 jaar,
waar de gemiddelde loonsom van gemeentes wordt geformuleerd. En daar zou je, als je je eigen getallen daarop aanpast, zou je het ten opzichte van kunnen afzetten. Maar ik moet je er wel op wijzen dat die loonsom een heel ingewikkeld begrip is. Want het heeft dus alles te maken ook met welke taken je jezelf uitvoert, ja of nee. En zoals u weet, uit dit rapport ook, is het zo dat we een heleboel taken uitbesteden. Of in ieder geval via inhuur willen realiseren. Maar aan de andere kant, wij zijn bijvoorbeeld nog een gemeente die steeds haar eigen buitendienst heeft. Het hebben van een eigen buitendienst leidt tot veel FTE's en relatief lage loonsom. Nou, voordat je het weet, trek je gewoon echt verkeerde conclusies op basis van dit soort getallen. Dus ik zou er de voorkeur aan geven om niet te sturen op dit soort getallen, maar te sturen op prestaties en op middelen. En als u ziet dat wij ineens te maken hebben met een enorme FTE-groei zonder dat daar een logische verklaring voor is, dan moet u natuurlijk ingrijpen. Maar zomaar vergelijken met andere gemeentes vind ik echt uiterst riskant. Zou ik niet voor pleiten. En de heer Schuring zegt, ja, dat is een opmerking richting de commissie, denk ik, de rekenkamer, vergelijking van verschillende jaartallen. Ja, het is volgens mij ook alleen maar indicatief bedoeld. Gebeurt er iets geks, ja of nee? En de conclusie is, er gebeurt niks geks. Maar meer dan dat kun je er ook niet van zeggen, naar mijn gevoel. En dat willen wij zelf ook niet. En we sturen op eigen beleid. En dit is prima, dat is nu getoetst. Is het idioot beleid? Nee, is het niet. Het is ongeveer normaal. Daarmee is nog steeds niet gezegd dat het effectief is, trouwens. De heer Nijkamp stelt de vraag of de compacte organisatie nu bereikt is. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, het is ook niet de doelstelling een compacte organisatie. De doelstelling is om voldoende capaciteit in huis te hebben om onze primaire processen op een stabiele manier te kunnen uitvoeren. En ik haal u zelf aan, geloof ik, om zo wendbaar als een zwaluw op het moment dat dat nodig is, kennis in te huren. En dat laatste is echt een belangrijk punt. Als de raad van ons aan ons zou vragen, schroef je vaste organisatiecapaciteit op en verklein je flexibele schil, zouden we daar grote bezwaren tegen hebben. Dat kunnen we niet. We kunnen het niet omdat we veel te veel dynamiek in de buitenwereld hebben die steeds weer nieuwe kennis en expertise bij ons nodig maakt. En dat allemaal zeg maar, zelf organiseren en ook op niveau houden is niet mogelijk. Ik zeg niet eens dat het onwenselijk is, ik zeg het is gewoon niet mogelijk. Het kan gewoon niet. We moeten inhuren. En we beschouwen dat dus ook helemaal niet als iets negatiefs, maar we beschouwen dat gewoon als normaal onderdeel van het werk. Dus zijn we compact genoeg? Nee, we streven ook niet echt naar compactheid. We streven naar een goede balans. Uw tweede vraag heb ik niet gehoord, niet begrepen in ieder geval. Uw derde vraag, misschien dat u dadelijk kunt herhalen. Uw derde vraag ging over raamovereenkomsten. We hebben er één met Driessen. Dat klopt. We gaan onderzoeken of we meer raamovereenkomsten moeten afsluiten. Alleen maar hebben we er echt vraagtekens bij gezet. Bij een paar dingen hebben we in onze reactie gezegd, gaan we niet doen. Of nou ja, hebben we niet gezegd, gaan we niet doen. We gaan onderzoeken, maar verwacht niet te veel. En bij in ieder geval die raamovereenkomsten hebben we gezegd, als regel, dat dat altijd zo zou moeten zijn, dat vinden wij eigenlijk heel erg onverstandig. Want dan gaan we heel veel raamovereenkomsten afsluiten, terwijl we in een diversiteit van inhuursituaties zitten. En eigenlijk ook de ruimte willen hebben om de goede man of vrouw die we al kennen te kunnen inhuren op het moment dat dat nodig is. Maar het zou best kunnen dat het meer dan één moet zijn. Dat sluiten we niet uit. Dus daar gaan we naar kijken. En ook met betrekking tot duurzaamheid heb ik het antwoord al gegeven. Voorzitter, ik was één punt van de heer Nijkamp heb ik gemist. De fiscale risico's, tenminste. Zo heb ik hem als openstaand nog staan. En fiscale risico's, dat beeld herken ik niet. Mogelijkerwijs de risico's van een arbeidsovereenkomst die na een half jaar of verlenging enzovoorts. Tijdelijke dienstverbanden, doet u dat? Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente regelmatig toch de ZZP'ers inhuurt. En dat dat inderdaad toch ook potentieel fiscale risico's met zich meebrengt. Of omdat dat juridisch niet in orde is, of dat inderdaad langdurig zo langzamerhand arbeidsbetrekking wordt. Ja, en daarop controleren wij. Dus we controleren erop dat er geen schijnarbeidsovereenkomsten, ik weet niet hoe dit heet, maar geen arbeidsovereenkomsten gaan ontstaan. Omdat er ofwel sprake is van een afhankelijkheid van die ZZP'er ten opzichte van de gemeente, één of twee opdrachtgevers, dan wel gedurende een langere periode. Dus dat is gewoon een reguliere toets die plaatsvindt bij de inhuur. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Noten, voor de beantwoording. Zijn er nog vragen open blijven staan, dan wel naar aanleiding van de beantwoording?
Dan geef ik u het woord, meneer Royakkers. Maar naar aanleiding van de beantwoording is er natuurlijk al wat. Want ik ben het wel met de burgemeester eens dat wij geen idioot beleid voeren. Dan zou een brevet van onvermogen zijn voor het college en voor de raad. Maar, en ik heb ook nooit gezegd dat die verhouding tussen inhuur en loonsom anders zou moeten. Maar het is volgens mij wel altijd nuttig om het totaal van de eigen loonsom en de inhuurkosten te volgen en goed te blijven volgen. Als het de inhuur zich naar boven beweegt, de FTE zich naar boven beweegt, totale kosten zich naar boven bewegen, zijn er toch signalen, kostensignalen, die goed in de gaten gehouden worden. En op de manier zoals wij de rekening gepresenteerd krijgen, is dat voor ons wat lastig. En ik denk dat voor het college wel heel erg belangrijk is. Dat was mijn reactie. Dank u wel voor deze reactie. Dan wil ik overgaan naar uw opinie. Wie mag ik het woord geven? Voorzitter, mag ik heel kort nog reageren op het punt van de heer Royakkers? Meneer Noten. Waar we wel op sturen, en misschien stelt dat de heer Royakkers enigszins gerust, is op de totale loonsom waar de inhuur derde onderdeel van uitmaakt. We sturen niet op de verhoudingen binnen die totale loonsom, maar we sturen wel uiteraard op de totale loonsom en u ook. Het enige punt is wat ik probeer te maken is, het kan eens een keer een jaartje 2-3% naar de rechterkant gaan of naar de linkerkant. Afhankelijk van de strategische keuzes die we moeten maken of afhankelijk van de maatschappelijke opdracht die we hebben. We hebben de 3 decentralisaties gehad. Die zal ook in 2016 al flink doortikken als het op dat punt aankomt. Maar als dadelijk de omgevingswet aankomt, dan haalt dat beeld zich. En wij gaan er eerlijk gezegd van uit dat het in de komende jaren eerder meer zal worden dan minder. Dus wij sturen op de totale loonsom en mindere mate op de verdeling daarbinnen. Dank u wel voor deze toelichtende beantwoording. Ik wil overgaan naar uw opinie. Meneer Schuurman, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Het antwoord van het college was wat ons betreft duidelijk. Goed om te zien af en toe hoe je het doet. Uitkomsten niet verrassend en de bal weer teruggelegd naar ons. Dus dat is iets wat we mee gaan nemen naar de toekomst. Voldoende antwoord. Het doel van een rekenkameronderzoek is om te zien of de manier van werken rechtmatig, doelmatig, doeltreffend wordt uitgevoerd en of er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het onderwerp inhuur derden is door de Raad als onderzoekspunt naar voren gebracht en ook dus onderzocht. Op deze manier hebben we inzicht gekregen in het reilen en zeilen binnen onze gemeente en komen er tips uit voor de toekomst. Het resultaat ligt hier voor ons en heeft geleid tot een advies om het college te vragen de aanbevelingen verder uit te werken, zodat een en ander geborgd kan worden richting de toekomst. Binnen de fractie hebben we het onderzoek natuurlijk goed besproken en een samenvatting van hetgeen we besproken hebben volgt. We hebben gezien dat er de afgelopen jaren al de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd en dat het beleid steviger is neergezet. Dit komt ook in het rapport naar voren en geeft aan dat de gemeente continu leert en dat is een goede zaak. We begrijpen dat er soms mensen worden ingehuurd omdat het zorgt voor een snelle oplossing van het probleem, maar het is ook van belang om te kijken naar het kostenplaatje. We verwachten dan ook dat het college dit gaat borgen. Dit houdt dus niet in dat er verplicht verschillende offertes opgevraagd moeten worden, maar te denken valt aan een checklist waarin de gemeente zichzelf de vraag stelt of er mogelijk betere alternatieven zijn. 2. Evaluatie van de inhuur moet echt onderdeel uit gaan maken van het inhuren. Vooraf afspraken over de invulling van de werkzaamheden en waar mogelijk tussentijds en in ieder geval achteraf evalueren om op deze manier zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld. In de aanbevelingen van de Rekenkamer wordt genoemd dat een verlenging van een contract moet worden gezien als een nieuw contract. Om op deze manier te voorkomen dat er te eenvoudig verlengd wordt zonder te kijken naar de alternatieven. Volgens ons is het zo dat als je werkt met een checklist en je gaat goed evalueren, dan kan je op deze manier beargumenteren waarom je komt tot een bepaalde keuze. Dit komt snelheid te goede en vermindert bureaucratie. Dus niet standaard offertes opvragen omdat het moet, maar wel beargumenteren waarom je gemaakte keuzes doet en waarom dit het beste alternatief is. Wij vinden ook dat de wens om meer controle te krijgen over de kosten van inhuur tegen het licht gehouden moet worden bij de tijd die er beschikbaar is binnen de gemeente. We zien dat er weinig uren beschikbaar zijn. Het is dus waardevol om goed te onderzoeken of er aangesloten kan worden bij het Shared Service Center. Dat wil niet zeggen, direct op voorhand zeggen dat we voorstander zijn, maar we willen het wel graag onderzocht zien. Niet alles is mogelijk op dit moment, maar wel goed om er aandacht aan te besteden en naar te kijken. De aanbeveling met betrekking tot de projectleiderspool is ook een goed punt om mee te nemen in de regio. Een projectleider kan goed gebruik maken van de kennis die hij opdoet in de diverse gemeentes en als gemeente Dalfsen kunnen we daar goed van profiteren. Delen van kennis is het devies en daar worden we allemaal beter van.
Graag zouden we willen hebben dat er geïnformeerd wordt binnen de organisatie hoe men de belasting van een onderzoek ervaart, zodat de Rekenkamercommissie bij een volgend onderzoek een goede afweging kan maken. Samenvattend, we zien de uitwerking van de aanbevelingen graag tegemoet en we gaan er dan ook vanuit dat de volgende punten goed worden meegenomen in het voorstel. De evaluatie, het vaker tussentijds bekijken van mogelijke alternatieven, het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Shared Service Center en kijken binnen de organisatie wat de belasting, hoe het als belasting wordt ervaren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding ook van de beantwoording een aantal punten in deze opinierende ronde. Allereerst zijn we blij te constateren dat de zwaluw inderdaad hier nog vliegt en dat het college daar adequaat mee omgaat. Want die flexibele schil was ook altijd bedoeld om flexibel te zijn. Dus als dat inderdaad een mooie invulling is, dan heeft dat onze goedkeuring ook. De mate waarin je flexibel bent met een flexibele schil of een vaste bezetting, ja, daar doet het college eigenlijk niet zo'n heldere uitspraak over, behalve dat het misschien nog wel meer gaat worden in de toekomst. En dat zou maar zo kunnen, gelet op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarin we snel en vooral ook flexibel willen inspelen op alle initiatieven vanuit de burgers en vanuit de maatschappij. Tegelijkertijd geeft het rapport wel een aantal duidelijke aandachtspunten weer. We noemen onder andere de aanbestedingsprocedure, het volgen van de regels die we daarbij afgesproken hebben. Niet als een dogma, maar wel als leidraad. En daar waar je afwijkt, maakt dat ook expliciet. Administratieve vastlegging kan nadrukkelijk verbeterd worden, waarin met name doelen, duur en evaluaties een plek krijgen. We vinden het wel positief dat er in de organisatie regelmatig tussenevaluaties plaatsvinden. Dat blijkt in ieder geval uit het wegsturen van een aantal inhuurders die niet voldoen. Dus dat geeft toch ook aan dat er wel kritisch naar gekeken wordt. Maar de eindevaluatie is ook goed om mee te pakken. Voor de toekomst Shared Service Center als mogelijke invulling voor de inkoopfunctie. We zijn wel erg benieuwd wat het college daar zelf van verwacht. Maar dat krijgen we dan te zijner tijd, zoals meneer Schuurman ook al aangaf, binnenkort wel bij het voorstel van het Shared Service Center. We hebben begrip voor opmerking nummer 3 die het college maakt als het gaat over de inhuurverlenging. Een goed functionerende inhuur waar toevallig de afgesproken periode voorbij is, wil niet zeggen dat je alle registers weer open moet trekken om de hele markt af te sluiten. Ga daar pragmatisch mee om, zouden we zeggen. Maar leg het wel vast. Wij hebben ook zitten nadenken even over het fenomeen duurzaamheid in relatie tot inhuur. En we hebben dat toch maar even gekoppeld aan een heel pragmatisch punt van duurzaamheid. En dat is gewoon, wat voor energie moet iemand leveren om hier te komen, om zijn klus te klaren. En dat zou je ook nog eens een keer weer kunnen combineren met wat voor arbeids- en specialisme potentieel zit hier in onze eigen gemeente. Hebben we dat als gemeente voldoende scherp? Kennen wij onze ZZP'ers, waarvan er inmiddels honderden in onze wijken wonen, hebben we dat voldoende in beeld en kunnen we daar ook van tijd tot tijd gebruik van maken? En dat raakt natuurlijk ook wel weer die raamovereenkomsten. Ik kan niet helemaal bevroeden wat die raamovereenkomsten allemaal behelzen. Maar dit zou wel een aandachtspunt kunnen zijn voor de toekomst om daar eens naar te kijken. Ten aanzien van de maximumduur voor de inhuur, dat lijkt ons vooral situationeel. Maar als je op voorhand weet dat het jaren gaat duren, dan moet je wel heel erg goed nadenken of je wel wil inhuren. Maar 9 van de 10 keer gaat het daar ook niet om. Al met al denken we dat er nog een aantal zaken verbeterd kunnen worden. Op korte termijn intern en met het SSC wachten we maar rustig even af wat voor voorstellen dat daar komen. De mate waarin we die compacte organisatie dan bereiken of hoe we dat dan precies invullen. Nou, daar zullen we dan ook flexibel mee om moeten gaan. Dat snappen wij ook. Maar de vergelijking van of we nu uiteindelijk een slanke organisatie zijn, ja of nee, in relatie tot alle anderen, dat is nog wel een punt wat ons bezighoudt. En misschien dat daar de nieuwe voorschriften vanuit het Rijk ons daar de komende jaren bij gaan helpen. En daar wachten we dan maar even op. Verder wachten we keurig de rapportage en de aanpak van het college af. Dat zien we graag tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Jaren geleden hebben we ook als raad eigenlijk wel gekozen voor een
wat kleinere organisatie met een wat grotere flexibele schil. Vanwege de omvang van onze gemeente. Maar ook omdat we daarmee wat makkelijker specialisme kunnen inhuren. En, misschien niet minder belangrijk, ook een frisse blik met gemak naar binnen kunnen halen. Die dus ook een frisse wind in de organisatie kan brengen. Juist door de regelmatige verandering. En dat zou ook naar de ogen van mijn fractie pleiten voor niet te snel hercontracteren. Want dan ga je toch weer in de gebaande wegen. Terwijl juist even buiten de gebaande wegen wat heel comfortabel kon zijn. Ik herinner me nog toen we switchten van accountant dat het ook een enorme impuls gaf voor onze PNC-cyclus. Dus het is altijd ongemakkelijk, maar niet altijd verkeerd. Verder, voorzitter, is er ook wel wat spanning op. Wij gaan als raad over beleid en het college over uitvoering. En we nu praten voor een deel over beleid en een deel over uitvoering. En dat wringt zich her en der, dus ik probeer me op de vlakte te houden op beleid. Maar ja, het rekenkamerrapport noodzaakt ook wel eens om iets dieper te gaan. Want het gaat om serieuze bedragen. 2,5 miljoen, daar moeten we ook serieus mee omgaan. Waarom ook blij dat de Rekenkamer constateerde dat het beleid wat ze met elkaar vastgesteld hebben, dat het rechtmatig is. Want stel je toch voor dat we dat al verkeerd gedaan zouden hebben. En dat het ook nog eens rechtmatig gebeurt, dat is een van de voornaamste conclusies van de Rekenkamer. Nou, daar zijn we blij mee. Lof dan ook maar aan het college. En dat ondanks het feit dat niet alles goed controleerbaar is. Want dat is toch ook wel weer een bijzonderheid. Want, voorzitter, evalueren, terugkijken is erg belangrijk. Zeker bij dit dossier. Dus ook op overschrijdingen. Binnen het grootboek, zoals de voorzitter van de Rekenkamer al aangaf. We zouden dat graag meegenomen zien. Want de rode draad van het rapport is toch ook wel dat dossiervorming cruciaal is en niet per se goed wordt nageleefd. En dan hebben we dossiervorming, dat is per inkoop onderdeel, dus per keer dat je inhuurt. Maar we zouden ook de suggestie willen doen om dat per ingehuurde partij te willen vastleggen. Zodat we ook daarmee een soort, misschien wel een zwarte lijst kunnen hebben van partijen die wat minder goed bevallen zijn. Maar ook een lijst die heel goed bevallen zijn. Zodat je ook minder met het vermoed hoeft te doen om partijen te selecteren. Of, en dat is veel belangrijker, niet twee keer dezelfde partij inhuurt waar je slechte ervaring mee hebt. Maar dat kost de samenleving alleen maar geld. Of de inkoopcoördinator moet worden uitgebreid in zijn functie, of dat het Shared Service Center daarmee een belangrijke rol gaat overnemen. Ik laat het mij betreft even aan de college over. Maar dat die een onafhankelijke rol in onze organisatie moet krijgen, of ten opzichte van onze organisatie, lijkt me evident. Ik ben verder ook blij dat het college de aanbevelingen overneemt. Zij met af en toe wat schoorvoetend lijkt het wel. Hè, maar goed, dat hoort erbij. En voor wat betreft de inspanning van het ambtelijk apparaat van de Rekenkamercommissie zelf. Ik kan me voorstellen dat het ook als vervelend wordt ervaren. Maar het is nog een van de weinige instrumenten die wij als raad hebben om eens wat dieper in de organisatie te kijken. Dus ik zal er op voorhand al wel voor willen pleiten om dat niet verder in te dikken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Royakkes, D66. Neem niet kwalijk. Sorry. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of dat meneer Uitslag bedoelde schoorvoetend of met het uitvoeren van de aanbeveling, of nadat ze erover gedacht hebben en nagedacht hebben, sommige aanbevelingen juist beslist zeg maar niet willen uitvoeren. Maar goed, daar komt het college straks vanzelf op terug. Op de eerste plaats, de beantwoording van de burgemeester doet het me deugd dat er in elk geval op totaal kosten wordt gelet. Dat vind ik ook prima zaak. En ik beperk me verder tot de bestuurlijke reactie en stel vast dat het college de meeste punten uit de aanbeveling overneemt. Ik zal niet de lijsten herhalen van de andere collega's. Dat verbeteringen mogelijk zijn, vooral op het punt van vastleggen van de prestatieafspraken met betrekking tot de archivering en de evaluatie van de prestaties. Dat is één punt waar ik wel wat van wil zeggen, dat is namelijk, of twee punten, dat de Rekenkamercommissie geeft een advies over verlenging. En dat is de reactie van het college van punt 3. Daar voel ik wel met het college mee. Onnodige bureaucratie is nooit goed natuurlijk.
Maar ik zie het ook als een suggestie van de Rekenkamer om bij een eventuele verlenging van de inhuur, al is het maar informeel, een analyse te doen met betrekking tot noodzaak en effectiviteit. Verlenging mag ook nooit een routine rubber stamp worden. Dat is pas bureaucratie. En ten aanzien van de aanbeveling 11 van de Rekenkamercommissie en het punt 6 van de bestuurlijke reactie, namelijk om naar die raamovereenkomsten te kijken, vind ik dat de Rekenkamercommissie erg veel over tarieven heeft. En als je het over projectleiders van grote projecten hebt, dan is gewoon de allerbeste projectleider inhuren het allerbelangrijkste wat er is. En dan moet je niet zo op het tarief letten. Dus ik zou juist aanbevelen om gewoon de allerbeste projectleider te zoeken voor grote projecten. En aan de selectie heel veel aandacht te besteden. En waar je die vandaan haalt, dat is denk ik van iets minder belang. Daar wil ik het wel laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, om te beginnen zou ik toch willen zeggen, een mooi rapport, goed leesbaar. Compliment aan de Rekenkamercommissie en toch ook aan de ambtelijke organisatie. Zo'n rapport kan alleen maar tot stand komen als er sprake is van een goede samenwerking. Dat lezen we ook wel terug in het verhaal. Ik ga niet op alle aanbevelingen in, dat zijn her en net al eens langsgekomen. Ik ben heel blij te lezen dat het college de aanbevelingen allemaal overneemt en laat uitwerken in een plan van aanpak. Daarmee is het weliswaar een rapport aan de Raad, maar komt de verdere uitvoering dan toch bij het college terecht. En daar wil ik het college toch een paar kanttekeningen meegeven, suggesties meegeven. Een kanttekening met name natuurlijk dan bij de bestuurlijke reactie op het stuk. De aanbevelingen die worden gedaan ten aanzien van de inhuur, daar ademt de reactie van het college toch een beetje de sfeer uit van nou laat ons maar, want wij weten hoe dit moet en wat goed is voor Dalfsen. Nou, dat laatste wil ik zeker niet in twijfel trekken, dat zullen ze echt wel weten. Maar juist bij aanbesteding en verlenging van inhuur en het gebruiken van steeds maar weer dezelfde detacheringsbureaus, daar zitten wel risico's in. En natuurlijk moet je geen overbodige bureaucratie in huis halen en soms is een verlenging ook heel verstandig. Maar sommige verlengingen, althans zo heb ik het gelezen in het rapport, sommige verlengingen hebben veel meer het karakter van oh, we hebben hem toch in huis, kan die ook die klus wel doen? En dan is maar zeer de vraag of dat dan nog wel een echte verlenging is. Dus daar zitten wat risico's. En het vermijden daarvan kan inderdaad soms wat bureaucratie met zich meebrengen of bureaucratisch aanvoelen. Maar ja, bureaucratie is niet in alle gevallen verkeerd, in tegendeel. Dus wij zouden het college willen vragen om daar toch scherp op te zijn in de verdere uitwerking bij het plan van aanpak op die aanbevelingen. We gaan het volgen via het RIS, heb ik begrepen. Tenzij u vraagt om bespreking. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Schuring, VVD. Of en, als we dat vragen. Ja. We hoorden net al eventjes de burgemeester zeggen, bevestiging van wat we eigenlijk al verwacht hadden. En ik vertaalde dat dan maar als voorspelbaarheid. En dat lijkt me een prima uitkomst. Ik denk dat we daar blij mee moeten zijn. Gelukkig maar heb ik erbij gezet met hoofdletters. Want dat betekent dat het allemaal redelijk in lijn is met wat het idee was. Beleid lijkt er eentje die ons als gemeente continu passend laat zijn en daarbij ook volgens mij een duurzaam beleid volgt. Dus misschien zit er toch wel iets van duurzaamheid in. Alleen dan toevallig een andere. Ik haal er een zinnetje uit, niet te veel met de hypes mee. Ik vertaal hem ietsje, maar niet te veel met de hypes mee, niet op de dogma's. Maar een structureel beleid. Ik denk dat het iets is wat verstandig is. En ik denk dat daar een heleboel gemeentes nog een leerschooltje uit kunnen halen. Prima stuk met aanbevelingen. Goed te horen dat het college mee aan het werk gaat. Wij gaan dat in eerste instantie lezen. Dank u wel, meneer Schuring. Mag ik het college nog een reactie vragen? Ja, dank voor ieders inbreng. En daar waar we kanttekeningen hebben geplaatst bij de... laat ik het anders zeggen. We nemen alle adviezen over. We hebben wel bij een paar adviezen kanttekeningen geplaatst. De kern van dat advies nemen we over. En ik zeg dat met name tegen de heer Wildvank. Als hij het heeft over de verlenging van inhuur, maar ook anderen hebben die opmerkingen gemaakt. Dat gaan we wel degelijk toetsen. Dat is iets anders dan dat we maken de kanttekening zeggen volledig als een nieuwe. Dat is gewoon niet altijd verstandig. Maar we hebben ons terdege gerealiseerd dat verlenging wel bewust moet plaatsvinden en dat daarover nagedacht moet worden. En dat er een afweging moet worden gemaakt en dat die afweging ook bij de evaluatie naderhand moet worden betrokken. Dus daarover geen misverstand. En als het gaat om die raamovereenkomsten hebben we ook alleen maar gezegd dat we die als regel niet verstandig vinden. Maar we gaan zeker onderzoeken of we er niet meer moeten afsluiten.
Dat sluiten we niet uit. Misschien wel goed, voorzitter, nadat ik tegen we gaan alle opmerkingen die gemaakt zijn, gaan we straks in ons plan van aanpak, gaan we die meenemen, dan wel op zijn minst overwegen mee te nemen. Misschien wel goed om ook de Raad weer een keer te helpen herinneren aan de betekenis van de talentenregio. De talentenregio is voor ons als gemeente een strategisch instrument. Het is een manier waarmee we capaciteit bij andere gemeentes voor ons beschikbaar krijgen en ook onze eigen capaciteit aan andere gemeentes beschikbaar maken. Dus het talentenregio is een samenwerkingsverband tussen gemeentes, ik weet niet precies hoeveel, ik dacht 11, en de provincie. Inmiddels 15 gemeentes. En u moet dat eigenlijk zien als een soort intern, binnen die koepel van gemeentes, intern detacheringsbedrijf. Dus wij plaatsen onze medewerkers bijvoorbeeld op dit moment in Dronten en Oostwijen en ook in Raalte, als ik het goed heb. Ken ik al voorbeelden. En andersom, medewerkers, ambtenaren van gemeentelijke organisatie daar zijn hier aan het werk. Het heeft twee voordelen. De eerste voordeel is dat het voor mensen op een hele veilige manier is om toch zeg maar een soort ervaring elders op te doen en vaak op andere functies. En het heeft voor ons het grote voordeel dat we schaarse capaciteit kunnen inhuren op momenten dat we dat willen. Dus voor ons is altijd de gang naar de talentenregio de eerste gang. Als het via de talentenregio kan, doen we het via de talentenregio. We gaan niet zomaar de markt op. Pas in tweede instantie gaan we de markt op. Dus ik wou dat nog even gezegd hebben, voorzitter. Dank u wel voor deze nuance. En ook de reactie dat alle adviezen worden overgenomen. Soms voorzien van kanttekeningen, maar dat is dan zo. Dus de aanbevelingen komen in een plan van aanpak. En de uitvoering ligt dan bij het college. We lezen op het raadsinformatiesysteem wat het plan van aanpak gaat worden. En als daar behoefte aan is, zal die worden geagendeerd via de reguliere weg. Dank u wel, meneer Smit, voor uw toelichting en aanwezigheid. Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee is agenda punt 4, onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 1 uur. Wat mij betreft en de vergadering gehoord hebben, als akkoordstuk naar de raadsvergadering te leiden. Ik zie geen tegenreacties en daarmee is agenda punt 4. We gaan over naar agenda punt 5, de eerste bestuursrapportage 2016. We zijn alweer een stukje onderweg. Van de Raad wordt gevraagd om de eerste bestuursrapportage over 2016 vast te stellen. Hierin staat de voortgang van de uitvoering van het beleid. En het geeft de mogelijkheid voor u om bij te sturen. En daarbij hoort dan ook de begrotingswijzigingen die daarbij moeten worden vastgesteld. Er was gelegenheid om technische vragen te stellen. En de beantwoording van die vragen zijn op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Nou heb ik ambtelijke ondersteuning. Ja. Ik stel voor. Fijn, dankjewel. Ik stel voor om te behandelen in twee ronden. Voor zover er nog vragen zijn. En kunt u die stellen. En dan gaan we verder met uw opinie. Aangeschoven als ambtelijke ondersteuning, meneer Vernim. Welkom. Wie mag ik het woord geven om vragen, voor zover die aanwezig te zijn, te stellen? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een duidelijke rapportage die snel inzicht geeft over hoe we ervoor staan, maar nog wel enkele vragen. Pagina 14, openbaar groen. In verband met uitbreiding woonwijken is er nadelig saldo bij openbaar groen. Onze vraag is, wordt er bij ontwikkeling van nieuwbouw goed gekeken naar het voorkomen van snippergroen? Is er voldoende actie om het snippergroen te verminderen door het te verkopen of verhuren conform het snippergroenbeleid? Op pagina 15 staat als gevolg van beleidswijzigingen door andere overheden moet gemeente Dalfsen bloeden. Met als gevolg het afboeken van diverse bedragen vanuit de algemene reserve. Moeten wij dit zomaar accepteren? Bij pagina 19 wordt gepraat over laaggeletterdheid. Volgens de rapportage is de prestatie niet geleverd. Als toelichting wordt gegeven dat de bibliotheek minder leden heeft, maar dat ze steeds actiever zijn, ook voor gebruikers die geen lid zijn. Als voorbeeld wordt genoemd de laaggeletterdheid. Is dit niet bijzonder? Want de prestatie is conform de rapportage niet geleverd. Kan de wethouder dit uitleggen? En dan nog pagina 25, de mantelzorgcoach. Waarom is ervoor gekozen om de aanstelling door te schuiven naar 2017? In een overgangsjaar als deze lijkt onze extra ondersteuning juist belangrijk. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Rameman. Wie heeft nog meer vragen? Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. We hadden een fors aantal technische vragen gesteld. Dank voor de antwoorden daarop. Er blijven nog een paar punten over. Allereerst betreft het de legal audit. Er zijn geen directe aanleidingen voor om die uit te voeren en toch gaat het college dat doen. Voor wat meer zekerheid? Denk je van ja, voor wat meer zekerheid? Is dat nou echt nodig of kunnen we dit gewoon skippen? Tweede punt is dat we blijkbaar een dure winkeldochter hebben. En dat heet dan de beschoeiingen. Daar hebben we voor 8 ton in de mik geschoven gekregen, zou je kunnen zeggen. En dat levert relatief zware kostenposten op. Is dit een incidenteel aspect of krijgen we dit jaarlijks terug op de rekening en wordt het daarmee ook een punt voor de voorjaarsnota? Derde punt gaat over de vorderingen van de investeringen. Evenals vorig jaar, een zeer gering percentage, althans qua investeringslast, in de eerste 4 maanden, 16%. Dus dat betekent dat er nog 84% over is voor de rest van het jaar. Gaan we dat redden of niet? En de laatste vraag is van, is er iets te zeggen over de VPB 2016? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben ook schriftelijke vragen gesteld en die zijn naar behoren beantwoord, waarvoor onze dank. We hebben nog enkele vragen over en dat is, hoe is het gesteld met onze meiscirculaire? Misschien kan de wethouder daar iets meer van vertellen, van financiën. En de vernieuwing BBV is een grote klapper, hebben we kunnen zien, 100.000 nadelig. Maar door een andere invulling staat erbij, kunnen we met een lager bedrag toe. En nou, onze vraag daarbij is, hoe wordt dit dan aangevlogen? Toezicht en handhaving, bladzijde 11, met 30% verhoogd. En onze vraag is, wat krijgen we daar meer voor? Nota IBOR staat 2 keer rood. Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte, al die afkortingen. En we zouden ook graag die afkortingen eerst voluit willen zien. Want dat was ook een vraag van de heer Royak destijds. Maar hoe komt dit dat deze 2 keer rood heeft? Want normaal met rood 2 keer rood moet vertrekken. Misschien kunt u daar iets meer van zeggen. Ja, 2 keer geel. Ja, sorry. Ja, maar donkerrood moet je vertrekken. Dat is duidelijk. Ja, goed opgemerkt. Goed geluisterd. Dan de burgerparticipatie, bladzijde 7. Daar kwam bij ons in de fractie boven. Hoe staat het eigenlijk met onze ladder van burgerparticipatie? Die hebben we toen eens een keer besproken. En hoe ver staat het daarmee? En dan de laatste vraag is de bibliotheek bij 5.5. Heeft een leidende rol bij de gezamenlijke programmering bij de cultuurhuizen. En dat hebben ze dus destijds ook gekregen. En bij de trefgoeden zijn beide nog groen voor 50% en bij de BIEB in Hoornhoog staat 75%. En destijds heeft de BIEB een financiële injectie gekregen om de cultuurhuizen met de BIEB tot een succes te maken. En onze vraag is, waarom blijft dit achter? Of hebben we daar een heel ander beeld bij? Tot zover onze vraag. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb een paar vragen, maar die moet ik een klein beetje inleiden. Maar dan bent u ook gelijk van me af. Dan heb ik het daarna denk ik ook wel gehad. Kort gezegd, prima rapportage. Eigenlijk niet zo heel veel op- of aanmerkingen. Ik heb 1 kanttekening bij de IBOR. Mijn raammaker maakt er ook al eentje. Want eerder lazen wij in de voorlopige jaarrekening 2015 dat projecten uit het groen structuurplan en het herinrichten van speelplekken zijn doorgeschoven naar 2016. In verband met vertraging doordat burgerparticipatie meer tijd in overleg vergt. Nu lezen we in de eerste bestuursrapportage de besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau en de beschikbare middelen voor IBOR meer tijd vraagt dan voorzien. En dat deed bij ons het vermoeden rijzen dat het wat moeite kost burgerparticipatie te integreren in de werkwijze van de openbare ruimte in onze gemeente. Dan hebben we in 2012 en 2013 een aantal voorstellen ingediend om te komen tot succesvolle burgerparticipatie in dit verband. En veel gemeenten zijn ons ook al voorgegaan en betrekken bewoners actief bij de herinrichting van hun woonomgeving. Ook onze buurgemeenten, bijvoorbeeld Hardenberg en Zwolle, doen dat inmiddels in steeds ruimere mate. En ja, bij zo'n start van een andere aanpak moet je investeren in de gedachtenwisseling met bewoners om van hen te horen wat er nou leeft in de buurt. Maar vervolgens is de ervaring dat het dan wel een stukje sneller gaat, omdat ze namelijk zelf aan de wieg hebben gestaan. Nou, dan komen er een paar vragen. Waarom gaat dit proces in de tijd gezien zo moeizaam in onze gemeente?
Hebt u wel eens kennis genomen van succesvolle projecten herinrichting van woonstraten, bijvoorbeeld in Zwolle, in of Hardenberg? En wat gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie bij het beheer van de openbare ruimte sneller en beter van de grond komt? Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Ik wil even beginnen met een klein applausje voor de vragen van de heer Wildvank. Dank u wel. Heel klein applausje, maar ik neem aan dat het goed wordt beantwoord. Wij zijn benieuwd naar het uit te brengen gemeentelijk vervoersplan. Kennelijk is dat bijna zover. Het staat voor 75% klaar en in deze dagen zal het wel gebeuren. Want in hoofdstuk 3 constateert u dat de planvorming voor de N340 en N377 kennelijk naar wens verloopt. En dat voor de invulling van de wensen van de gemeente ook extra externe inzet is gebruikt en moet worden gefinancierd. Kunt u ook aangeven welke concrete resultaten dat voor de gemeente heeft opgeleverd? Wat is nu omgebogen ten opzichte van de plannen van de provincie en het voordeel van de burgers van Dalfsen? Dan mijn tweede punt. De cijfers over de werkgelegenheid en werkzoekenden zijn niet of niet beschikbaar of erg oud. Is er zicht op dat dit verbetert? Doet Dalfsen daar wat aan, eventueel via de VNG? Ik denk dat je daar je niet kunt permitteren om op te veel afstand te staan van de werkelijke ontwikkelingen. En dan op de laatste plaats. En dan hoop ik niet dat de wethouder straks weer zegt, zo gaat dat nou eenmaal bij de overheid, heer Rooijakkers. Ik ben iedere keer weer verbaasd van het feit dat wij 2,2 miljoen negatief zijn ten opzichte van de begroting. Maar het zo zien te plooien dat het uiteindelijk lijkt alsof het maar 2 ton is. Omdat we 2 miljoen afboeken van de algemene reserve vrij besteedbaar. En daardoor lijkt het allemaal wat minder erg. En tegen het eind van het jaar zeggen we van we hebben de begroting bijna gehad. En dan komt dat we iedere keer die begroting bijstellen. Maar nou is mijn vraag, heeft u al zicht op hoeveel, als je het hele jaar bekijkt, 2016, de totale afwijkingen van de begroting gaan worden? Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Ik heb niet heel veel nieuwe punten. Die laatste vond ik wel een hele belangrijke, want het verloop van de begrotingen tot en met de jaarrekening, zeg maar, dat blijft in mijn beeld ook een wat intransparante. Als je je laatste wijziging van je begroting op het laatste moment gaat doen, dan ga je jaarrekening altijd overeenkomstig hebben. Dus de inkijk naar het begin en dus ook nu de vooruitblik naar hoe het dan aan het eind zou zijn, dat zou wel een interessante zijn. En die IBOR, dat is... Ja, dat is de enige die op rood-rood staat, dus ik ben wel heel benieuwd naar de antwoorden op dat vlak. Dank u wel, meneer Schuring. Mag ik het woord geven aan de wethouder, meneer Van Leeuwen? Dank u wel, voorzitter, die overigens niet alle vragen kan beantwoorden, want de collega's die hebben er natuurlijk ook een paar. Ja, dat is heel teleurstellend, waarbij ik... toch mijzelf even de opmerking permitteren naar mevrouw Rameman, hoewel ze niet direct vragen heeft gesteld die mij raken, dat er echt een technische sessie geweest is, dat u die vragen heeft kunnen stellen. Gaan we naar de heer Nijkamp. Die stelt de vraag of dat de legal audit nodig is of niet. Ik kijk daarvoor even naar rechts, naar de... De burgemeester die pakt dat zo even op. De beschoeiingen. Ik heb het idee dat daar sprake is van een misverstand. Voor 140.000 euro moeten wij nu deze beschoeiingen opknappen. Er is een bewuste keuze gemaakt om ze niet over te dragen aan het waterschap. Omdat het waterschap daar een bruidsschat van 800.000 euro voor vroeg. En wij vonden dat het risico wel waard om dat niet te doen. Is dat incidenteel of jaarlijks? Dit is incidenteel. Er zijn nu beschoeiingen die opgeknapt moeten worden en dat gaat 140.000 euro kosten. Hoeveel dat in de komende jaren zal worden, kan ik u nu natuurlijk niet vertellen. Maar onze inschatting is dat we op deze manier beter af zouden zijn. Investeringen, ja, dat is hetzelfde verhaal als vorig jaar. Er is nu 16% gedaan. Op het moment dat die eerste bestuursrapportage wordt vastgesteld, dat is, kijk ik even naar links, naar de heer Van Im, eind april. Ja, dan
is het even op gang komen voor de organisatie en komen we dan nog wel aan de 84 resterende toe? Over het algemeen zien we dat we daar aardig in de buurt komen, zo'n 90-95% gaan we wel realiseren. Kunt u wel iets zeggen over de VPB? Die is 1 januari jongstleden ingegaan, zoals u weet. Daar zijn inmiddels via werkgroepen zijn er daar de nodige berekeningen gemaakt. En ik stel eigenlijk voor dat wij u bij de tweede bestuursrapportage proberen mee te nemen en daar extra inzicht over verschaffen als u daarmee akkoord kunt gaan. Het heeft met name gevolgen voor onze grondexploitaties. Dat is ook vrij logisch, want dat is eigenlijk het enige waar we winst op zullen maken. Maar goed, je mag daar ook verliezen compenseren. Dus maar het gaat ons geld kosten, dat is overduidelijk. De heer Raamaker, de meicirculaire. We hebben zo snel als we die binnen hadden geprobeerd om die te vertalen naar wat is het nou voor gevolgen voor de gemeente Dalfsen. Nou, waar we aanvankelijk zagen dat we in de min zaten, een ruime 2 ton, blijkt dat we bijna 400.000 euro extra krijgen. Daar zijn verschillende oorzaken voor, die staan ook in de toelichting die u, als het goed is, inmiddels heeft gekregen. Eén daarvan is, dat is wel een hele interessante, eind vorig jaar zijn er in verband met de vennootschapsbelasting die eraan zat te komen, meer woningen opgeleverd. We hebben geprobeerd om die voor 1 januari te krijgen, zodat we daar geen vennootschapsbelasting over hoefden te betalen. Maar het betekende dus ook dat er wat meer inwoners dan de prognose in de gemeente Dalfsen kwamen. Als gevolg waarvan we nu wat meer geld krijgen van het Rijk, omdat er wat meer inwoners zijn dan dat wij gedacht hadden. En dan is dat toch wel een aardige win-win situatie, zou ik haast zeggen. De vernieuwing BBV, 100.000 nadelig. En we verwachten dat dat wat minder komt. Dat is onder andere omdat we vanuit de talentregio wat mensen willen gaan proberen in te zetten hierbij. En er zijn gevolgen als gevolg van het voorschrift dat je niet meer 4% rente mag toerekenen, maar dat dat lager moet zijn. Daar moeten nog keuzes in worden gemaakt. We hebben vanmorgen om de tafel gezeten. En het lijkt erop dat we van 100.000 in elk geval naar 50.000 kunnen komen. Dus dat is allemaal nog volop in beweging. Daar is de organisatie keihard mee bezig. De ladder van burgerparticipatie, misschien dat de burgemeester daar ook nog even op in kan gaan, maar die wordt op dit moment bij alle projecten waar dat van toepassing is toegepast, waarbij er dan heel duidelijke keuzes worden gemaakt. Ik heb er zelf mee te maken gehad bij de centrumvisie, waarbij je dan zegt, nou, zo ziet die ladder eruit. Welke niveaus vinden wij van toepassing voor deze centrumvisie? En dus vanuit mijn eigen ervaring zeg ik, ja, wij maken daar volop gebruik van, maar de burgemeester zal er misschien zo nog iets meer over zeggen. Hetzelfde geldt voor de vragen van de heer Wildvank, vooral op IBOR-gebied en burgerparticipatie. D66, het GVVP, is bijna klaar. Ja, uit mijn hoofd is het komend najaar dat u hem kunt gaan vaststellen. Concrete resultaten, N340 en N377, door inzet, extra inzet, ja. Allereerst het beroemde, haast zou ik zeggen, ellipsvormige kruispunt in Nieuw-Leuzen bij de Bakslaan en de Evenboersweg. Dat is uit de koker van de persoon die de extra inzet heeft gepleegd. Deels, maar dat is ook voor een belangrijk deel aan de actiegroepen van burgers toe te schrijven, over burgerparticipatie gesproken, het feit dat de gedeputeerde meer geld tot zijn beschikking heeft gekregen om ook de parallelwegen aan te gaan pakken en te verbeteren voor de infrastructuur voor fietsers. En daarnaast wordt er op dit moment in nauw overleg met de provincie gekeken van hoe moet nou precies dat inpassingsplan eruit gaan zien voor het stuk dat over het Dalfse grondgebied loopt. En daar zijn
ja, afwegingen die gemaakt moeten worden, waarbij de inbreng van de gemeente serieus genomen wordt, moet ik zeggen. Werkeloosheidscijfers, is daar verbetering mogelijk? Wij maken gebruik van een monitor, die noemde u al. Dat is iets wat vertraagt, dat kan ik niet ontkennen. Ik wil de vraag neerleggen bij de afdeling om te kijken of daar iets versnelling mogelijk is. Dat kan ik u nu op dit moment niet zeggen. En is er al zicht op de totale afwijking van de begroting? Als ik dat zou kunnen, dan was ik koopman. Dat kan ik u echt niet zeggen. Geen idee. En u wilt het niet horen, maar hetzelfde geldt voor de heer Schuring. Gemeentefinanciën. Meneer Noten. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zo heel veel toe te voegen op dat punt laden van burgerparticipatie. En ik ga ervan uit dat als het gaat om burgerparticipatie en groen, dat de heer Agricola daar nodig over te zeggen heeft. We passen hem toe in de praktijk. En het is misschien ook goed, meneer Raammaker, om u te realiseren dat we het onderwerp burgerparticipatie in de volle breedte ook binnen het presidium nadrukkelijk aan de orde hebben en dat we vanuit het presidium ook afspraken hebben gemaakt over hoe we dat in de komende maanden proberen verder handen en voeten te geven, overigens niet alleen maar het presidium, maar ook in gesprek met de hele raad. Dus in de concrete toetsing is die aanwezig. Daarbij is het trouwens niet zo dat we altijd streven naar de hoogste sport op de ladder van burgerparticipatie. Het moet gewoon kloppen. Want sommige dingen lenen zich gewoon niet voor burgerparticipatie. Die vragen gewoon om besluitvorming. Dan de legal audit, meneer Nijkamp. Ja, het punt is, het is een beetje vergelijkbaar met het onderzoek inhuur van derden in de gemeente Dalfsen. Om zoveel tijd moet je gewoon echt even de thermometer erin stoppen. Uw burgemeester is geen jurist, uw directeur is dat ook niet. En het is wel een heel kritisch proces. Juridische adviezen en organisaties zijn hele kritische processen. En wij willen, zoals we ook ieder jaar een accountant hier hebben, zoals we ook één keer in de drie jaar een werknemersonderzoek doen, zo doen wij ook één keer in de drie à vier jaar een legal audit in onze organisatie. Ik meen me te herinneren dat we het vorig jaar ook voorgesteld hebben, dat die toen niet is doorgegaan. Ik vind dat op een bepaald moment kritisch worden. Dus ik heb geen signalen dat het niet goed gaat, maar dat komt omdat ik geen legal audit gedaan heb. Ik wil een legal audit. Ik zeg dat echt heel stellig. Je hebt het externe oog nodig om de zoveel tijd om een toets op zo'n cruciaal onderdeel van je organisatie door te voeren. Dus u zou mij erg verdrietig maken als u hem eruit amendeert. Dank u wel, meneer Noten. Mag ik meneer Agricola het woord geven? Ja, voorzitter. Eerst een ingaande op de vraag die mevrouw Ramema stelde over het snippengroen. We zijn momenteel met een soort met inhaalactie bezig. Dus nou wat groen, wat in gebruik is bij burgers. En een deel wat ook geannexeerd is door burgers. En daar zijn we druk bezig om zoek zijn inhaalslag te maken. En daarnaast zijn we bezig met nieuwbouwwijken. Proberen we helemaal geen snippengroen te creëren. Dus daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Zodat we bij spreken. Nu we dit straks op orde hebben, dat we niet nieuwe gevallen zullen en hopen te krijgen. Dan de IBAR. Ja, voor de goede verstaande integraal beheer openbare ruimte. Zijn we al een hele tijd mee bezig. Het is niet zo makkelijk. Zoals u weet hebben we in 2010 fors bezuinigd op openbare ruimte, inclusief de wegen. En we zijn druk bezig om ook iets aan u voor te leggen wat evenwichtig is qua onderhoudsniveau enzovoort enzovoort. Maar wat ook belangrijk is, dat onze wegen die hollen achteruit en daar hebben we ook extra middelen mee nodig. En we zijn nu aan het kijken van met de afdeling financiën hoe kunnen we bij sprake die hele IBAR rondkrijgen, zodat we op een aanvaardbaar onderhoudsniveau zitten van zowel openbare ruimtes in totaliteit als met de wegen. Dan burgerparticipatie. Burgerparticipatie is een belangrijk en goed ding waar we volop gebruik van maken. Maar in tegenstelling wat u hoort bij andere gemeenten, meneer Wildvang, vreet het hier verschrikkelijk veel tijd. Om te beginnen met de speelplaatsen.
die ingericht worden in de nieuwe wijken, die worden gedaan samen met de bewoners. En dat is niet één middag, niet één avond, maar er zijn wel 3, 4 bijeenkomsten. Daar willen ze verschillende voorbeelden hebben waar de kinderen weer uit kunnen kiezen. Plaatselijk belang wordt erbij gehaald. Het vreet tijd. Ook het omvormen van openbare ruimte. Die zijn van zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen. En 90% als je daarmee tot de overeenstemming bent, is klaar. Maar dan heb je die 10% die het toch weer liever anders ziet. En waar je toch ook weer mee in gesprek gaat en probeert tot overeenstemming te komen. Dus wat dat er gaat, u zegt waarom geen snellere actie? We zouden graag een snellere actie willen hebben. Maar we hebben ook te maken met de praktijk. En we nemen al onze burgers in het hele proces van burgerparticipatie zeer serieus. Dan nog de vraag van meneer Ramaker over de toezichthouders. We hebben hier sinds 3 jaar toezichthouders lopen vanuit de gemeente Hardenberg. Daar is 3 jaar geleden een contract mee afgesloten voor een bepaalde prijs. Die 3 jaar zijn afgelopen. En in ieder geval van die is herzien. En dat heeft ertoe geleid dat een aantal loonsverhogingen zijn doorgevoerd. Maar ook toeslagen voor ongeregeldheden, vooral de avonturen en de weekenden. Want ook deze mensen worden dus komend jaar ook in avonturen en in de weekenden ingezet. Vandaar dat we met die verhoging zitten. En hiermee hoop ik de vragen te hebben beantwoord, voorzitter. Ik heb nog een aantal vragen voor meneer Van Mattels. Vandaar dat ik die eerst het woord wil geven. Voorzitter, ik heb nog een vraag. Naar aanleiding van de reactie van de heer. We gaan eerst naar de beantwoording door meneer Van Mattels en dan kom ik bij u terug. Nou, dat is mooi. Ja, voorzitter, dank u wel. 3 vragen staan er nog open, volgens mij. En die vragen hebben betrekking op 2 de bibliotheek en 1 over de mantelzorgcoach. De suggestie werd door het CDA gewekt dat die doorgeschoven. Tenminste, de suggestie werd gewekt dat het nog niet geregeld is. En waarom is het doorgeschoven naar 2017? Dat is eigenlijk conform het beleid. Wat onlangs nog in de raad behandeld is, het mantelzorgbeleid. En dat beleid loopt van 2017 tot 2020. En het is ook de bedoeling dat per 1 januari 2017 de mantelzorgcoach wordt aangesteld. Dus dat is volledig op schema nog en dat gaan we ook halen. Alleen hier staat het nog rood en 0%. De andere vraag hebben betrekking op de bibliotheek. Eenmaal met betrekking tot de laaggeletterdheid. Staat er een beetje cryptisch in, dat geef ik toe. Er staat de aanpak van laaggeletterdheid en deze te verminderen. Nou is niet de bedoeling om die aanpak te verminderen, integendeel. Maar wel om het aantal laaggeletterden te verminderen, het aantal laaggeletterden terug te brengen. Integendeel, we voeren juist extra actie uit om, nou ja, om die aanpak te versterken. Dus daar staat 50%. Maar er komt binnenkort ook weer een nieuwe aanpak en daar willen we weer met volle energie tegenaan gaan. Zeker niet om dat aantal te verminderen, tegendeel dus. En dan de andere vraag gaat over de cultuurhuizen en de leidende rol die de bibliotheek hierbij moet gaan spelen. U ziet, alle seinen staan op groen, alleen de percentage is nog niet op 100%. Ik heb geen berichten dat achterloopt bij de afspraken die gemaakt zijn. Alleen het is nog niet volledig gerealiseerd, vandaar dat er 50% staat. Maar die groene kleur die is niet voor niks weergegeven, dat heeft alles te maken met het feit dat ze volledig volgens planning werken en dat het ook gerealiseerd gaat worden aan het eind van het jaar. Dank u wel, meneer Van Mattels. Ik wil nog even 1 vraag stellen aan meneer Van Leeuwen. U gaf aan de toelichting bij de meicirculaire zou bij de raad liggen, maar die is nog niet bij ons ontvangen. Nee, u heeft gelijk. Morgen gaat die in BMW vastgesteld worden en zodra die er vastgesteld is, komt die uw kant op. Maar u heeft in elk geval vast een tipje van de sluier gehad. Nou, het is een fors bedrag. Dank u wel voor deze beantwoording. Meneer Ramaker, als u wilt reageren. Ja, een reactie richting de heer Agricola. Het gaat over die handhaving. Ik begrijp dus dat ze niet alleen meer over de markt lopen op donderdag en naar de parkeerschijven kijken, maar dat ze nu ook onregelmatig op hondenpoep en dergelijke 's avonds controleren. Is dat een vraag of een constatering, meneer Ramaker? Nou, er werd gezegd dat onregelmatigheid, die wordt ook fors doorgevoerd.
En ik neem aan dat ze op donderdag gewoon overdag lopen, dat ze niet extra onregelmatigheid ontvangen. Dus als er onregelmatigheidsdiensten worden gedraaid, dan ben ik benieuwd wanneer ze die worden gedraaid. Is dat alleen op donderdag naar de schijven kijken of is dat nu op hondenboek? En ik hoop op het laatste. Dan is uw vraag nu helder. Mag ik meneer Agricola de beantwoording geven? Ja, voorzitter. Nou, donderdag op de markt, dat valt niet onder regelmatigheid. Maar u mag erop vertrouwen dat met name dat we ze juist in de avonduren en in het weekend inzetten, dat het met name is op de hondenproblematiek. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik reageer nog even ook op de heer Agricola op het punt van burgerparticipatie in het kader van IBOR. Uit zijn antwoord spreekt toch een beetje dat burgerparticipatie vooral heel lastig is. Het vreet tijd en energie en ze willen voortdurend iets anders. Deels snap ik dat. Laat dat ook helder zijn. En dat was nou net ook onze suggestie in 2012 en 2013. En die gaan we in 2016 misschien zo nog maar eens een keer doen. De suggestie was om het anders te gaan doen. Om het op een veel vroeger moment en met een veel ruimer mandaat bij die bewoner, bij die inwoner neer te leggen. In dat proces te brengen. En want de ervaring bij die buurgemeente, die hebben we echt opgevraagd, die is nou net dat als je dat doet, het aan de voorkant wel iets meer kost, maar je het aan de achterkant enorm terugverdient en met een veel betere kans op succes. Dat was onze suggestie toen. Dus die gaan we inderdaad nog een keer doen. En ik, nogmaals, ik proef een beetje uit uw reactie dat u burgerparticipatie lastig vindt. Nou, lastig is een heel groot woord. Ik heb ook gezegd, meneer Wildvang, wij vinden het heel belangrijk. Maar in ieder geval wat wij terugkrijgen vanuit de afdeling, en dat is mijn eigen ervaring ook, dat het een heel moeilijk proces is. Omdat het zoveel mensen, zoveel wensen betreft. En nogmaals, 90% die gaat het proces door en die is content met wat uitkomst is. Maar die 10% niet. En daar blijven we ook mee in gesprek om met name toch tot consensus te komen. Want we weten ook, als we geen consensus krijgen met de ambtelijke organisatie, dat met name deze mensen ook de raad opzoeken en met name daar naartoe gaan. Dus nogmaals, ik vind het niet lastig, maar het is... niet altijd even makkelijk, maar we blijven moed houden en we blijven positief. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk reageren op het antwoord van de heer Van Leeuwen, maar ik kan het toch niet nalaten om ook nog een kleine reactie te geven op wat meneer Agricola zegt. Want ik zou in het leven al heel erg gelukkig zijn als ik steeds 90% achter de goede ideeën krijg. Dus ik zou zeggen, ben daar gelukkig mee en vergeet die 10. Als je 90% geluk hebt, dan zou ik bijna zeggen, dat zei ik in mijn eigen organisatie ook wel, het betere is de vijand van het goede. En een 9, dat stond bij mij altijd als voor uitmuntend. Dus ik zou zeggen, ga zo door, 90% en handelen. Maar de heer Van Leeuwen, die had het erover, laat ik dan niet meer zeggen over hoe dat de gemeente moet worden georganiseerd. Maar hij zei ook van, ja, ik kan dat niet voorspellen. Maar dat is nou in mijn mening net het verschil tussen een boekhouder en een bestuurder. Want een boekhouder kijkt wat in het verleden is geweest. En we hebben die begroting gemaakt tussen augustus en oktober ergens vorig jaar. En nu zijn we mei, juni. En nu moet je toch een veel betere indruk kunnen hebben van wat het jaar gaat opleveren. Dus ik vind het toch wel een beetje gemakkelijk om te zeggen dat dat moeilijk is. Natuurlijk is het moeilijk, daarom zit u daar ook. Als het niet moeilijk was, zou u daar ook niet hoeven zitten. Dus ik zou zeggen... doet uw best en probeer ook een prognose te geven voor het hele jaar, want daarvoor bent u bestuurder. Dank u wel voor uw oproep. Wilt u daarop reageren? Of? Ja, maar als ik dan zeg dat we waarschijnlijk weer 1,2 miljoen gaan overhouden, dan heb ik meteen de heer Wildvang in mijn nek hangen. Dus ik ben enigszins voorzichtig, voorzitter. Maar juist... om u de kans te geven om hierin geïnformeerd te worden en om hierin zelf ook nog bij te sturen en actief betrokken te zijn, hebben we met elkaar deze cyclus van planning en controle afgesproken. Dit is de eerste bestuursrapportage. We gaan over een week, anderhalf, gaan we met elkaar
praten over de voorjaarsnota, over de verwachting zoals dat volgend jaar zal zijn. En u krijgt in, wanneer is het, oktober, de tweede bestuursrapportage. Dan heeft u de actuele cijfers. Kijk, en als wij nou een Rijksoverheid hadden, waarvan wij absoluut 100% zeker wisten hoe de bijdragen zich zouden verhouden gedurende het jaar en gedurende de begrotingscyclus, dan zou het allemaal iets makkelijker worden. Maar u heeft ook waarschijnlijk uit de pers meegekregen dat onze minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk, aan het aarzelen is geslagen over de derde tranche van de herverdeling van de gelden over de gemeente. Omdat het enorme gevolgen heeft voor een aantal grotere gemeenten, met name Amsterdam, die daar 74 miljoen op gaat toeleggen. Als het onverkort wordt uitgevoerd. Nou, dan kan ik me voorstellen dat de minister zich achter de oren krabt. Zegt, ja, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar het is wel 600.000 euro waar wij recht op zouden hebben. En die hebben we niet ingeboekt. Maar dat maakt wel een gigantisch verschil voor je begroting en dus je jaarrekening. Of je 600.000 euro wel of niet krijgt. Dat maakt heel veel verschil uit voor het beleid wat u als raad kunt vaststellen. Voor de wensen die er leven. Zaken die uitgevoerd moeten worden. Denkt u bijvoorbeeld aan IBOR. Wij zijn al anderhalf, twee jaar zijn we samen op zoek, naastig op zoek naar een structurele dekking ervan. En dit verhaal maakt het niet makkelijker. En dat zijn dus de pieken en de dalen waar we wel mee te maken hebben. En dat, ja, daarvoor vraag ik toch wel wat begrip van uw kant. Dank u wel voor deze toelichtende informatie. Wie wil er nog meer naar aanleiding van de beantwoording? Meneer Nijkamp. Nou, misschien dan toch maar even doorgaan op het laatste bijdrage van de wethouder. Die vraagt de raad begrip voor pieken en dalen die optreden. En daar hebben wij wel begrip voor dat die er zijn. Maar waar we wat minder begrip voor hebben, is dat hij die nu pas inbrengt en niet gewoon keurig in de bestuursrapportage meldt. Want waar het op lijkt, is dat er nog heel groot geld in de plus en in de min zit, waar hij wel kennis van heeft, maar het staat niet in de bestuursrapportage. Tenzij we het niet gelezen hebben, maar dan horen we graag van waar het dan staat. Dus het voelt een beetje als van, ik heb de stand van zaken per 1 mei opgemaakt, maar ik weet nog niet hoe dat verder gaat, maar ik weet wel een aantal dingen die eraan zitten te komen, maar ik zeg ze nog niet. Dus waar zit het hem? Kunt u dat toelichten? Nou, ik ben dat dus totaal niet met u eens, want dat hoort niet thuis in een bestuursrapportage, maar dat hoort thuis in een voorjaarsnota. En die komt eraan. En die 600.000 euro, daar weet u van, want bij de voorjaarsnota vorig jaar hebben wij niet 1,2 miljoen, maar bewust slechts 600.000 euro ingeboekt. Dat hebben we u verteld, daar weet u van. Dat heeft te maken met de herverdeling van de Rijksgelden naar de gemeente toe. En nu trekt de minister de melk op. Die durft niet de beslissing te nemen die hij logischerwijs zou moeten nemen. We zijn vorige week op het VNG-congres geweest, het jaarcongres. Daar is op woensdag een motie aangenomen van de afdeling Zeeland met 51% tegen 49% dat hij het toch moet gaan doen. En de Raad voor de Financiële Verhoudingen heeft unaniem gezegd dat hij het moet gaan doen. Maar ik kan die minister niet dwingen. Dat kunt u ook niet. En die 600.000 euro hangt dus boven de markt. En of dat we die krijgen, ik durf het u niet te zeggen. Ik hoop het van ganser harte voor onze burgers en voor het beleid wat daarmee uitgevoerd kan worden. Maar ik kan hem u niet garanderen. Dank u wel. Wie nog meer naar aanleiding van de beantwoording? Dan wil ik overgaan naar uw opinie. Wie mag ik het woord geven? Niemand? Dan stel ik voor dat we... Meneer Raamaker.
Dank u, voorzitter. Nou, ik ben blij met het antwoord van de wethouder van Financiën dat we de BVV-posten van 100.000 proberen terug te dringen naar die 50. Dus complimenten vanaf deze kant. Dank voor deze bestuursrapportage, duidelijk neergezet via dit stoplichtenmodel. En we zien dan dat dit soort rapportages ook door de jaren heen verbeterd zijn. En dat doet ons deugd. Ook dank natuurlijk aan de commissie Planning en Controle, die er telkens weer heel kort bij zit en ook een bijdrage aanlevert. Het financiële overzicht is duidelijk, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. En ja, we denken ook overigens dat de RUTS en andere nieuwe zaken, zoals de nieuwe software, handhaving en dergelijke, dat dat in de toekomst ons veel geld gaat kosten. Bij zaken die niets opleveren, moeten we nog eens een keer tegen het licht houden misschien. En misschien de vroegere stofkam doorhalen. En ja, dat heeft toen geld opgeleverd. Maar ik neem aan dat de wethouder zeg maar, die stofkam elke dag in de zak heeft. Dus vandaar, goed de vinger aan de pols houden is ons devies. We wensen de financiën wethouder veel succes, maar natuurlijk ook het gehele college. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Toch nog maar even terugkomend op wat er zojuist gezegd is. We zijn wel van mening dat het een bestuursrapportage is die de stand van zaken per 1 mei aangeeft, maar ook een voorspelling doet, of in ieder geval een beeld geeft van waar het naartoe gaat op 31 december. En we hebben toch de indruk dat dat deel nog niet voldoende is ingevuld. Omdat we ook wel weten met de wethouder dat er veel in de plus en veel in de min zit. En we snappen ook best wel dat hij geen garanties gaat geven. Maar waar het ook om gaat is dat hij ons meeneemt in van waar zitten dan die plussen en die minnen. Zodat er in ieder geval een beeld ontstaat van wat het zou kunnen gaan worden. Dat ten aanzien van het eerste punt. Tweede is, als we nu kijken naar deze bestuursrapportage. Dan zit er een directe min in van zo'n 4 ton. En is er ook nog zo'n 462.000 euro uit de algemene reserve vrij besteedbaar toegevoegd. In totaal zitten we dus op een min van 8,5 ton. En ik zeg het ook maar zo klip en klaar. Dat is wel een aanzienlijk bedrag waar we mee te maken hebben. En ik snap dat er een 4 ton wat bijzondere post in zit. Maar toch, 8,5 ton staan we in de min na 4 maanden. En dat benadrukt nog eens een keer wat ik in het eerste punt heb gemaakt. Dat we wel graag een beeld willen hebben van waar komen we nou straks uit. Want ik weet niet of de heer Wildvang dit jaar gelijk gaat krijgen. Dat weet niemand natuurlijk. Maar het risico dat we hier toch behoorlijk naar beneden zakken is wel vrij fors. Kijk, en je kunt natuurlijk nu zeggen van we zuiveren het aan uit de algemene reserve vrij besteedbaar. En dan hebben we in ieder geval weer 500.000 geregeld. En het vertroebelt wel een beetje de beelden ten aanzien van waar we nu staan. Dus onze oproep is om ook vooral heel helder in kaart te houden van wat de primitieve begroting is geweest. We hebben een technische vraag gesteld over van wanneer haal je nou je geld uit de algemene reserve vrij besteedbaar en wanneer niet. Als het incidenteel is en onvoorzien. Je zou kunnen zeggen van ja, daar hebben we toch ook de post onvoorzien voor. Maar daar wordt maar voor een klein deel uitgehaald. Dus het beleid van wanneer haal je nou wat waar uit, is nog niet zo verschrikkelijk scherp in deze. En we zitten ons dus ook af te vragen van waar gaat dit nou straks toe leiden. Wat we wel merken is dat er steeds stukje bij beetje wel van die algemene reserve vrij besteedbaar wordt gesnoept. Want er is ook al aangegeven dat de min 211.000 die er nu overblijft, dat die waarschijnlijk ook daaruit gaat komen. En daar is die misschien ook wel voor bedoeld, maar we moeten het wel helder met elkaar in beeld hebben. En het is wel zoeken in de cijfers van waarom dat nou precies zit. Dus hoewel wij content zijn met op zich de kwaliteit van over het algemeen die rapportage, zit hier een punt van hoe transparant is het nou? Wij denken dat daar wat verbeterruimte mogelijk is. Ik heb eigenlijk een opmerking over het vertrouwelijke stuk. Die kan ik in algemene zin maken. Mag dat? Ja? Ja hoor. In algemene zin. Het vertrouwelijke stuk als het gaat over de reserve. Kijkt achteruit. En kijkt niet zoals afgesproken vooruit. Dus wij zitten ons af te vragen of dat nog toegevoegd kan worden.
Dan een paar kleinere opmerkingen. Een aantal kostenposten over beheer en onderhoud van straten, verlichting en groen. Het is meermalen nu voorgekomen dat we die in de bestuursrapportages gepresenteerd krijgen. Terwijl naar ons idee dat eigenlijk allemaal van tevoren duidelijk is dat dit eraan zit te komen. Dus moet er niet bij het vaststellen van bestemmingsplannen en of exploitatieplannen ook dit onderwerp een plek krijgen? Want we zien het toch regelmatig tevoorschijn komen dat we dan weer moeten oplossen. Dus het is eigenlijk niet onvoorzien. De bijzondere bijstand, die vraagt een aanzienlijke extra inspanning. Er zijn 6 redenen voor genoemd, waarvoor dank om dat ook in ieder geval uit te leggen. Maar het is wel een wat ongrijpbare post aan het worden. We zien hem ook terug in de voorjaarsnota, daar komen we volgende week ongetwijfeld op terug. Maar het is wel een punt om aandacht voor te hebben. Verder zien we mooie initiatieven voor de jeugdzorg. Een aantal concrete punten zijn daar genoemd. Ander punt is het bibliotheekbeleid. Aan de ene kant wordt er gemeten in aantallen leden van de bibliotheek, en dat is goed. Maar als je het verhaal achter de bibliotheek hoort, en dat kwam net ook al te sprake, zijn er hele andere parameters die bepalen of de bibliotheek nou succesvol is of niet. En het lijkt ons goed om in de komende tijd, en misschien kunnen we daar de begroting als eerste moment voor pakken, begroting 2017, om ook die parameters toe te voegen voor het bibliotheekbeleid. Laatste opmerking betreft de mantelzorgers. Het is blijkbaar erg lastig om die toch in kaart te brengen. We weten ook niet of we daar nu voldoende grip op hebben. Ik weet niet hoe het college daar tegenaan kijkt, maar moet daar niet nog wat meer gebeuren? Dat zijn onze opmerkingen en nog een laatste vraag of oproep. Dank u wel, meneer Nijkamp. Wie mag ik verder de opinie geven? Mevrouw Rameroman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA bedankt het college en het ambtelijk apparaat voor de inzichtelijke rapportage. 2 punten wil ik graag even terugpakken en daar steun ik de ChristenUnie in met betrekking tot het bibliotheekbeleid. Ook wij zouden daar wel eens nader naar willen kijken. En ik denk het andere punt, hoe gaan we om met die reservesmissies, dat is een mooi punt om eens mee te nemen naar de werkgroep planning en controle om te kijken hoe we daar wat meer handen en voet aan kunnen geven. Tot zover. U stemt daarmee in? Dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, heel kort nog even. Blijft toch een beetje verschil van inzicht kennelijk tussen het college en onze fractie, dat wij denken dat er op het punt van burgerparticipatie, zeker daar waar het gaat om het inrichten van de leefomgeving, een wat andere werkwijze mogelijk wat effectiever zou kunnen zijn. Dus daar komen wij binnenkort nog een keer met een voorstel. En voor het overige kunnen we instemmen met de rapportage die er ligt. Fijn, dank u wel. Meneer Rooijakkers, D66. Wij kunnen ook instemmen, voorzitter. Maar het blijft toch het verzoek, en dat sluit ik ook aan bij het verzoek van de ChristenUnie, om ook vooruit proberen te kijken. En we weten ook wel dat, hoe goed je ook bent als bestuurder, je onbeïnvloedbare dingen niet kunt beïnvloeden. Dus even afgezien van die onbeïnvloedbare dingen, zou je toch goed vooruitzicht kunnen bieden. En dan kun je ook nog aangeven wat er allemaal nog boven de markt hangt aan dingen die je niet kunt beïnvloeden en wat de mogelijke effecten daarvan zou kunnen zijn. En dan kunnen wij daar weer ons voordeel van doen als raad, omdat u zegt van ja, je moet zelf ook nadenken en keuzes maken. En ik heb altijd ook geleerd van mijn moeder. Je moet ook niet met voorstellen komen om geld uit te geven als je denkt dat je het niet hebt. Dus het hangt toch ook al voor een deel van de prognose af met welke voorstellen je gaat komen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Schuring, VVD. Ja, op dat punt, gemeentefinanciën, zo werken we nou eenmaal, of zo is het nou eenmaal. Ik denk dat je niet verbiedt om vervolgens tot duidelijkheid te geven. En zo voelt het wel een beetje. Zo werken we nou eenmaal en dus laten we dat achterwege. Basisbegroting is een uitgangspunt. Ik denk dat iedereen het daar prima mee eens is. Maar wat is met de huidige kennis en de huidige situatie, de reële voorkast voor waar we het eind van het jaar uit gaan komen, is niet een onbelangrijke. En het lijkt mij toch dat daar met regelmaat over te spreken is. Die kan ook veranderen op basis van nieuwe inzichten. Dat is geen schande, maar spreek het uit en geef dat beeld. En dan zou je tijdens de behandeling van de jaarrekening zou je
het lef moeten hebben om terug te kijken naar de initiële begroting. Maar dat lijkt me ook helder. En daar mag best een verschil tussen zitten. Gemeentefinanciën werkt misschien niet zo, maar het ontslaat je niet uit het recht of de plicht om die dergelijke inzichten te geven, volgens mij. Bestuursrapportage verder geeft een helder overzichtelijk beeld van de huidige situatie. En ik denk dat wel een compliment waard is. En ik kan verder instemmen. Dank u wel voor het compliment en uw reactie. Wil de wethouder dan wel het college nog reageren op de inbreng? Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan die mogelijk. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, dat mag ik doen. Ik heb echter niet zo heel veel behoefte om te reageren. Men vraagt, althans enkele partijen, laat ik het helder formuleren, willen toch graag nog vooruitkijken, verder vooruitkijken. Waar dat mogelijk is, doen wij dat als college. Maar het heeft weinig zin om in een glazen, mistige bol te gaan schouwen. En dan te zeggen, het zou wel eens linksom of het zou wel eens rechtsom kunnen gaan. Ik heb liever op basis van feiten dat we daar met elkaar over praten. Even de opmerking van de heer Nijkamp, maar dat moet ik ook in zeer algemene zin doen. Het is als een extra service aan u aangeleverd, want het is nog niet eerder gebeurd dat dit bij de bestuursrapportage zat. Maar omdat u er zo nadrukkelijk naar vroeg, hebben we dat gedaan. En ook daar vooruitkijken is erg lastig. Maar bij het vaststellen van de jaarrekening neemt u weer besluiten over bestemmingen en wat we ermee gaan doen met saldi en wat we ermee gaan doen, welke bestemmingen daar aankomen. Dank u wel voor deze toelichtende beantwoording. Meneer Nijkamp wilde nog reageren. Ik wil toch de wethouder wel herinneren aan de afspraak met de Raad dat bij substantiële onttrekkingen aan de algemene reserve vrij besteedbaar een meerjaren toekomstig perspectief wordt geboden. Ja, dat zullen we ook. En ik denk dat hij wel gelijk heeft dat het net onder die 5 ton zit, maar niettemin. Precies. We concluderen samen hetzelfde. Het zit eronder. En als extra service heeft u het gekregen. Ja. Maar u snapt de behoefte. Maar dan moeten we nieuwe afspraken maken. En die hebben we tot op heden niet gemaakt. En u krijgt het als extra service, meneer Nijkamp. In plaats van dat u daar blij bent. Ik begrijp van de heer Rooijakkers dat je dankbaar moet zijn als je dingen krijgt die voor 90% waar zijn. Dus misschien dat u daar ook uw voordeel mee kan doen. Ja. Nee, kijk, de wethouder heeft een heel bijzonder interpretatie van een win-win model. Want dat heeft hij net uitgelegd. Dat betekent dat hij zelf 2 keer wint. Dat was een hele bijzondere. Maar die vond ik wel heel creatief. Maar even over deze 500.000. Want uit de stukken zou je net zo goed kunnen afleiden dat het over de 6 ton heen gaat. Maar ik wil niet discussiëren over die laatste paar duizend euro. Waar het om gaat is als er substantiële onttrekkingen zijn, dat er dan een meerjarenperspectief voor de algemene reserve vrij besteedbaar komt. Dank u wel voor deze laatste opmerking en verduidelijking. Oproep is helder, denk ik, en gegeven. Ik wil samenvatten dat we de bestuursrapportage hebben besproken. We hebben kennis genomen daarvan. Dank voor de organisatie voor het opzetten en de rapportage zoals we die hebben ontvangen. En ook complimenten voor de duidelijke leesbaarheid. Er zijn een aantal opmerkingen en aanbevelingen gedaan. De wethouder heeft er al op gereageerd. En ook de werkgroep Planning en Control zou dat mogelijk mee kunnen nemen op de agenda. En er is gevraagd om voor zover mogelijk een vooruitzicht te geven. Geen glazen bol, zoals de wethouder zegt. Maar inclusief onzekerheden die zo mogelijk met een toelichting gegeven kunnen worden, waarop gestuurd kan worden richting toekomst. Ik concludeer als akkoordstuk naar de raadsvergadering. Daarmee wil ik dit agendapunt afsluiten. Dank voor de ambtelijke ondersteuning. En ik wil de vergadering schorsen voor een kop koffie. Tot 15 minuten koffie of thee. En daarmee gaan we 9:55 vervolgen. We gaan de vergadering hervatten. De koffie is bijna op, dan wel is op. We gaan verder met agenda punt 6. Proces voorzieningen in de kernen.
Afgelopen april hebben we in de raadscommissie het collegebesluit besproken om de inventarisatie in de kernen te verknopen aan de invoering van de nieuwe omgevingswet. En er is toen op aangedrongen om toch op korte termijn een inventarisatie uit te voeren. Het college heeft aangegeven dat ze die opdracht uit zal voeren, maar vraagt nu ook de opinie van de raadscommissie over de verkenning van de opdracht en de reikwijdte van het begrip voorziening. We gaan dit onderwerp in twee ronden behandelen, informatief voor zover er vragen zijn. En daarna horen we graag van u uw opinie. En daarna zullen we kijken hoe het college met de vervolgopdracht wil verder gaan. Wie heeft de vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Meneer Schuring, VVD. Ja, één vraag. Eigenlijk wat meer aan de andere fracties. Er wordt hier vastgesteld, inventarisatie bevat geen informatie over de staat van een voorziening. Dan wel exploitatie op financiële uitgangspunten. Wij hebben daar uitgebreide discussie over gehad en wij zaten ons af te vragen of het niet toch belangrijk is om daar iets van te hebben. Al is het alleen maar een stukje positieve of negatieve exploitatie wat erbij staat om er een beeld bij te hebben. Ik ben wel benieuwd hoe de andere fracties daar tegenaan kijken. Dank u wel, dat zijn de andere fracties om te beantwoorden. Meneer Rooijakkers, heeft u vragen? Geen vragen, links. Geen vragen. Wel vragen, meneer Ramaker, gemeentebelangen. Eén vraag is eigenlijk, even kijken. Ja, het doel is om te discussiëren. Nou, het lijstje is ons bekend. En ja, de vraag die ik u eigenlijk teruggeef, is dit nou de vraag die wij met z'n allen beantwoord willen zien? Is dit nou wat we bedoeld hebben? En we hebben ook iets in het raadsdocument geschreven. Maar dat is voor mij iets anders dan wat nu voorgelegd wordt. Overigens zijn we wel het eens met die verknoping en die verbinding met de omgevingswet. En, maar goed, dat heeft het college wel aangegeven, dus dat is wel akkoord. Maar even, ja, om een goede onderlegger te krijgen, zou toch ons inziens het gesprek met de PB's, met de plaatselijke belangen, heel belangrijk zijn en de kennen, dus de kennen in de buurt goed kennen. En ja, die vragen die eraan liggen, die kun je dan ook bij de plaatselijke belangen neerleggen. En die kunnen dat ook heel snel inkleuren. Dus ja, wij worstelen wat met het voorstel wat nu voor ligt. We snappen wat u bedoelt. Alleen het lijstje wat u opzond met al die voorzieningen in de kennen, ja, die kennen we. Dus ja, ik ben wel benieuwd van wat de andere fracties ervan vinden. Dank u wel, meneer Ramaker. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, wij worstelen ook een beetje. En ik heb zelf ook erg zitten worstelen. Dat stuk dat is niet zo lang bekeken. En ik heb ook naar wat andere gemeenten gekeken hoe men dat in Nederland aanpakt of aanvliegt. Het eerste wat ik me afvroeg, of wat wij ons afvragen, is wat verstaan we nou eigenlijk onder voorzieningen? Gaat het alleen maar om fysieke voorzieningen? Plaatsen die je dus kunt bezoeken of gaat het ook om ander soort voorzieningen, materieel en immaterieel? Zou je dat niet, dat is de tweede vraag, concentrisch moeten bekijken? Dat je zegt, ja, er zijn fysieke voorzieningen, maar er is ook een periferie en dat wordt steeds ruimer. En misschien meer onzichtbaar. Oftewel, waar ligt de grens? Dus wat brengen we nu in beeld? Wij vragen ons af, ja, moeten we niet juist heel ruim inventariseren, omdat we het gesprek met de burger nog aangaan en met organisaties nog aangaan? En met welke organisaties gaan we dat gesprek dan aan? Zijn het alleen maar plaatselijke belangen of zijn het ook allerlei andere organisaties die juist ons van dienst kunnen zijn in het nadenken met ons over hoe willen we nou dat die kennen in de toekomst leefbaar zijn en blijven, zodat de voorzieningen die er zouden moeten zijn er ook daadwerkelijk zijn? Dus wat ons betreft zou je zeggen, ja, zet alles maar op een rij wat er is. Dan kunnen we later het gesprek aangaan over wat nou een wettelijke verantwoordelijkheid is voor de gemeente om te doen. En wat de wens is van de burger, wat hij graag wil. Want een van de dingen die ik bijvoorbeeld onderaan zag staan, dat is maar een voorbeeld, dat is winkels. Dat staat er dan een beetje klein in. Terwijl ik heb gemerkt uit de inventarisaties uit heel veel gemeenten staat winkelen en winkels of supermarkt staat ongeveer bovenaan. Dit is een pinautomaat. Ja, dat snap ik ook wel. Dus de wens van de burger kan soms heel anders zijn dan de invulling vanuit de politiek. Dus wat ons betreft, maak nou een ruime inventarisatie, zet alles op een rij en ga dan met organisaties en belangengroepen, ja, dan geef ik ook al meteen een mening, maar aan de slag om dat gesprek aan te gaan.
als aftrap. Dank u wel, meneer Nijburg. Verder nog iemand die opmerkingen en vragen? Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, daar zit inderdaad even, ik reageer even op dezelfde manier, meneer Royakkers, opmerkingen en vragen. Ik haak een beetje aan op datgene wat meneer Nijburg zegt. Op zich het stuk prima en of dan helemaal precies de opdracht is zoals we die voor ogen hebben gehad, nou ja, dat zal iedereen een ander beeld bij hebben, maar de benadering van de omgeving met de vraag van wat wel of niet wenselijk is als het gaat om de voorzieningen, moet inderdaad wat ons betreft wel ruimer zijn. Het benaderen van alleen plaatselijke belangen, en misschien bedoelt u dat niet zo, maar zo hebben we het in ieder geval wel even gelezen. Als het alleen plaatselijke belangen is, veel te eng, veel te nauw. U zult dus een veel bredere benadering, bredere bevraging moeten doen van de omgeving met deze vraag van wat zijn nou gewenste voorzieningen. Want inderdaad, een plaatselijke belang heeft een bepaalde achtergrond, een ondernemersvereniging heeft een bepaalde achtergrond. Zo zijn er gewoon meer belangengroepen die allemaal een eigen achtergrond en dus belang dienen. Allemaal gelegitimeerd, maar u moet ze wel allemaal op tafel krijgen en niet één of twee. Dus we, los even van wat hier verder beschreven staat, vinden we helemaal niet zo gek, maar u zult de omgeving veel breder moeten zien te benaderen. Dank u wel voor de vragen. Er is al een stukje opinie gegeven. Ik wil eerst de gelegenheid geven om de vragen te beantwoorden, voor zover die te beantwoorden zijn door de wethouder. Meneer Van Dank Martens. U wel, voorzitter. Nou, er zijn niet heel veel vragen, maar ik proef wel dat veel fracties worstelen met het stuk. Maar moet u toch even in herinnering roepen dat dit voorstel nu gedaan wordt, omdat onlangs hadden we als college het voorstel gedaan van laten we nou het inventariseren van de voorziening, laten we nou koppelen aan de omgevingswet die eraan staat te komen, laten we het dan integraal benaderen. Toen proefde ik heel duidelijk van dat de raad toch op prijs zou stellen als de inventarisatie naar voren zou worden gehaald. Nou, en daar komen we met dit voorstel, willen we daarmee tegemoet treden. En vandaar dat dit voorstel er ligt. De discussie lijkt zich nu een beetje te gaan richten op het feit van hoe de reikwijdte zal zijn van die inventarisatie en over de bevraging. Nu komt alleen de plaatselijke belang naar voren alsof we daar als enige mee zouden gaan praten. Staat duidelijk in het stuk plaatselijke belangen en andere georganiseerde verbanden. Dus dat proberen we breed op te pakken. Dat gevoel leeft ook breed, denk ik. Dus dat gaan we ook zeker doen. Daar hebben we behoefte aan. En uiteindelijk moet het allemaal wel leiden dat het ontwikkeld wordt met als doelstelling om straks als de omgevingswet, als dat meer vorm gaat krijgen, dat we die inventarisatie in ieder geval gedaan hebben. En daar hebben we wel enige tijd voor nodig. Het staat ook in het stuk dat we daar ongeveer denken het eerste kwartaal van volgend jaar dat te kunnen gaan presenteren. En nou, we nemen de uitspraak waarvan ik verwacht dat nog de opinierende fase, wat dan naar voren zal komen, ben ik even benieuwd naar wat voor geluid ik dan hoor. Wacht ik even af. Dank u wel voor deze eerste reactie en beantwoording, waarbij meneer Royakkers vragen heeft gesteld aan de andere fracties en meneer Raamaker van Gemeentebelangen en meneer Schuring ook vragen heeft gesteld, als eerste zelfs. Wilt u nog reageren eerst of gaan we over naar de opinierende ronde? Nou, ik ben toch wel benieuwd naar de mening van de andere fractie, want ik heb er nog geen één over gehoord. Nogmaals, geen informatie over de staat van de voorziening, exploitatie en financiële uitgangspunten. En ik geloof dat ik het toch wel prettig zou vinden om daar, als we toch aan het inventariseren zijn, daar wel wat van weten. Want anders hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel wat we mee zouden kunnen met z'n allen, in mijn beeld. Dus ik ben benieuwd hoe de andere... Die vraag stellen we aan de andere fracties. Voor zover ze daarop reageren wil. Meneer Nijden. Als ik daarop mag reageren. Ja, ik begrijp wat u zegt. Dat zat ook eigenlijk in onze vraag. Van ja, waar liggen de grenzen in de voorzieningen in een kern? Gaat het om een fysieke voorziening? Dan heb je het inderdaad over bemensing. Dan heb je het over geld. Dan heb je het over exploitatie enzovoorts. Maar ik kan me ook voorzieningen voorstellen waar je niet een fysieke gebouw bijvoorbeeld voor nodig hebt. Ik denk aan een boodschappenvoorziening. Dat zijn een stel mensen die dat bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Of allerlei andere voorzieningen. Dus in die zin vraag ik me af of dat in alle gevallen te doen is. Maar ik denk dat het wel van belang is om dat te doen. Maar ik zou het willen omkeren. Laten we nou eerst eens inventariseren wat er allemaal is. Daar leg ik echt de nadruk op. Dat we goed weten van wat verstaan we nou eigenlijk onder die voorziening.
als ik kijk naar het woord, ik heb daar even op zitten puzzelen, dan is dat voorzien, zit vooruitkijken in, verder kijken erin neus lang is. Dus dat is ook naar de toekomst kijken. Nou, neem dan zoveel mogelijk mee in die inventarisatie en ga vervolgens, ja, cirkels maken. Zeggen, nou, dit is de kern, dat zit eromheen, dat zit nog iets verder eromheen. En daarmee geef ik een stuk van onze opinie weer. En dat geeft ook aan dat er misschien grenzen zijn, maar dat je misschien over grenzen juist heen moet kijken. En een van de aspecten is, ja, wat kost dat? Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Raamaker, gemeentebelang. Ik sluit me naadloos aan bij de heer Nijburg van de ChristenUnie. Ik denk ook dat het belangrijk is, niet alleen fysiek, maar ook diensten in beeld te brengen. Van ja, het gaat niet alleen fysiek, maar misschien is het ook wel een dienst. En ja, alleen de plaatselijke belangen, ja, zo heb ik het eigenlijk niet bedoeld. Natuurlijk ook de omgeving, alleen de plaatselijke belangen, dat zijn onze vaste avonden waar we komen. En ja, die kunnen toch heel snel aangeven wat wenselijk is. Dus ik vind hem wel een hele belangrijke, want ik heb ook wel eens avonden meegemaakt waar ondernemers werden uitgenodigd voor een lichtvizier. Ja, dan zie je toch weinig ondernemers op zo'n vergadering. Dus ik denk op een gegeven moment, al die bronnen moet je wel benaderen. Alleen ja, de plaatselijke belangen, en die avonden zijn altijd zeer goed vertegenwoordigd, die geven toch al heel snel een beeld van de richting. En ja, van wat is beschikbaar, wat is nodig en wat is gewenst. Dus ja, daar hangt op een gegeven moment ook een financieel plaatje aan. Dus daar ben ik ook wel met meneer van de VVD eens. Dank u wel, meneer Raamaker, voor deze opinie. Meneer Uitslag, CDA. Voorzitter, als u het goed vindt, geef ik de antwoorden aan de andere fracties in de opinie. Want ik denk dat we langzamerhand stiekem aan een stuk opinievorming bezig zijn. Dus ik begin gewoon met mijn opinie. En dan niet goed aan de hand daarvan maar de discussie gaan voeren. Want voorzitter, we hebben dit stuk, de wethouder gaf het al even aan, nadruk op de agenda gezet als raad, van nee, we willen er nu over praten en niet pas als de omgevingsvisie wordt ingevoerd. We willen nu de inventarisatie hebben, want we willen inzicht hebben in de leefbaarheid van de kernen. En het eerste stap daarin, dus niet het eindproduct, maar de eerste stap is, wat hebben we? En dan kunnen we heel breed gaan inventariseren, maar we kunnen ook kijken van wat hebben we aan fysieke voorzieningen. En voorzieningen is in iemands behoefte voorzien, dus niet ver weg kijken, maar per direct een behoefte invullen. En ja, ook voor voorzieningen moet je ver weg kijken of je ze kunt blijven voorzien in behoeftes. Maar wat ons betreft is dus het inventariseren van basisvoorzieningen. En dan is er toch een dappere poging gedaan om eens te kijken van wat gaan we wel inventariseren en wat niet. Daar kunnen we grotendeels ook wel bij aansluiten. Waarbij we wel het gevoel hadden dat woonzorgcentra voor ons gevoel wel een onderdeel is van de basisvoorziening van de kern. En ik zou die ook gewoon wel geïnventariseerd willen hebben in het rijtje. Wekenmarkt wordt nadrukkelijk wel opgenomen, standplaatsen weer niet. Ik denk, nou, ook standplaatsen is een onderdeel van de basisvoorziening of mensen daar hun boodschappen kunnen gaan doen of niet. Dus ook die zou ik zeker meenemen. En daarbij, dus ik heb het vanavond al eerder gehoord, de definitie is arbitrair. Maar we kunnen hier met elkaar vanavond best een poos doorpraten over de definitie. Maar volgens mij begrijpen we met elkaar drommels goed wat we bedoelen. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon alsjeblieft aan de slag gaan. Want de intentie is volgens mij duidelijk. En het vervolg, we hebben deze lijst straks. En dan gaan we met de inwoners in overleg. En daar horen natuurlijk plaatselijke belangen bij. Er horen ondernemingsverenigingen bij. Er horen ook de politieke partijen bij. Maar ook gewoon de ongeorganiseerden. Ik zou bijna zeggen, laat het gesprek voeren. En dat het past in de omgevingsvisie, dus de traject daarnaartoe. Prachtig, maar dan heb je in ieder geval iets om over te praten. En dat dan eventueel daarna ook nog de softere infrastructuur, de softere voorzieningen. Dus we hebben hier de hardware en ook de verenigingsleven ook allemaal in beeld moet worden gebracht. Ik zou bijna zeggen, misschien moeten we dat in tweede instantie doen. En gewoon ook vragen aan inwoners. Wat ontbreekt voor u op deze lijst als essentieel voor de leefbaarheid van uw kern? En dan hebben we ook de dialoog die we als raad misschien zoeken met de samenleving. En ik denk dat ook dan de vraag aan de orde gaat komen in welke staat de voorzieningen zijn. Want, voorzitter, gelukkig zijn niet alle voorzieningen, ook de voorbeeldvoorzieningen die hier staan, niet in handen van gemeenten.
verreweg de meeste zelfs niet. En het gaat mijn fractie in ieder geval veel te ver om aan al die partijen maar eens te vragen hoe de financiële stand van zaken is. Ik hoef nu niet te weten hoe de financiële stand van zaken van de supermarkt in Noordleuzen is. Vind ik ook niet aan de gemeente om te betrekken in het kader van voorzieningen. Dus het antwoord op de VVD. Ik kan me voorstellen dat het interessant is voor de voorzieningen die we zelf beheren. Maar gezien het aantal voorzieningen wat wij zelf beheren, denk ik dat die vraag eerder afleidt van de discussie dan het gesprek wat we juist willen beogen met de inwoners. Nou, voorzitter, volgens mij hebben we hier ook gelijk de vragen beantwoord van andere fracties. En zo niet, dan horen wij die vanzelf. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Royaks, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit aan bij de opmerking van die Uitslag. Namelijk, om nou wel een weekmarkt te inventariseren, maar geen stand plaatsen. Dat lijkt me bijvoorbeeld een knip die je niet zou moeten leggen. Ik zou het wel doen. En persoonlijk zou ik ook gewoon de winkels inventariseren, waar je weliswaar geen verantwoordelijkheid voor hebt. Maar het is voor het voorzieningenniveau van een dorp toch erg belangrijk om te weten wat voor soort winkels zo'n dorp heeft. Gewoon inventarisatie, dat hoeft niet zoveel energie te kosten. Dus ik zou zeggen, liever ietsje meer dan ietsje minder. En het lijkt alsof dat lijstje niet inventariseren erg vanuit de gemeentelijke en de ambtelijke punt is gekeken. Ja, daar zijn we niet verantwoordelijk voor en dat zijn mensen die moeten hun eigen commerciële broek ophouden. Ja, dat blijft wel. Ben ik ook mee eens. Maar ik vind het wel heel belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een kern of dat er goede winkelvoorzieningen zijn. Dus ik ben het ook eens met het feit dat we de inventarisatie naar voren hebben getrokken. Dat kan ons ook helpen bij discussies over wat er moet gebeuren. En ik wil toch ook nog graag een doorkijkje maken naar het resultaat van het proces. Een beetje vooruitkijken wat we daar vervolgens mee gaan doen als raad. En dan lijkt het ons niet onze taak om vanuit het gemeentehuis te bepalen welke voorzieningen er per kern zouden moeten zijn. En mogelijk is er nu een kans om de bevolking daarbij te betrekken. De Partij van de Arbeid heeft nogal een heel groot punt gemaakt bij het vorige agendapunt over burgerparticipatie. De heer Uitslag die sprak daar net ook zo over. Daar sta ik helemaal achter. En het lijkt me dat we misschien moeten kijken of we al tijdens de inventarisatie daar naar kunnen laten kijken. Dan verliezen we in 2017 in elk geval geen tijd meer. En dan is het argument dat dingen tijd kosten en doorlooptijd kosten iets minder belangrijk. Laat mensen meekijken, laat ze meedenken. Niet alleen de plaatselijke belangen, want ik kom daar ook best vaak en dan zie ik toch een zeer hoog 50-plus gehalte. Maar je moet ook jongeren vragen en mee laten kijken, want het gaat over hun toekomst. En laat de kernen aandragen waar hun zorgen en wensen liggen. Ga niet als gemeente bepalen welke voorzieningen er moeten zijn per kern. En aan welke criteria de voorzieningen moeten voldoen. Gebruik hiervoor de plaatselijke belangen en een representatieve kernraad, verenigingen. Laat ze hun wensen en ideeën aandragen. En als raad kunnen we dan vervolgens bepalen welke ideeën de hoogste kans op realisatie hebben. En of dat we er budget voor beschikbaar stellen. Zomaar een paar ideeën over het betrekken van de inwoners bij voor hen belangrijke zaken. En ik ben benieuwd naar de reactie van het college erop. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Een paar kleine opmerkingen nog, want het valt wel te voorzien dat we hier nogal een discussie over gaan krijgen. U hebt het over georganiseerde verbanden. Plaatselijk belang kwam er langs, andere georganiseerde verbanden. Ja, heel erg belangrijk. Zo breed mogelijk, hebben we net al gezegd. Maar, en daar zit ons punt een beetje, juist ook de niet georganiseerden in dit dorp. We zouden graag willen dat u zelf een verband organiseert. En of dat nou een burgerpanel moet zijn of wat anders. Maar probeer nou eens niet alleen de usual suspects aan tafel te krijgen, maar ook een wat bredere vertegenwoordiging van de mensen die in de gemeenschap leven. Dan even een reactie naar de staat, of over de staat van een voorziening, of dat nou wel of niet relevant is. Ja, het moet natuurlijk wel gaan om een voorziening die naar behoren kan functioneren. En in dat verband is de staat van een voorziening wel van belang. Want als de staat zodanig is dat hij feitelijk non-existent is, ja, dan heb je in wezen natuurlijk niks. Maar of het zo moet zijn dat altijd de fysieke omstandigheden daar nou de doorslag moeten geven, daar hebben we wel wat twijfels bij. Het moet een naar behoren functionerende voorziening zijn. En ik realiseer me heel goed dat dat een wat persoonlijke inschatting zal zijn. Steeds van wat dan die staat is. Nou, ik val nu weer in herhaling geloof ik, dus ik hou ermee op. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter.
Ja, toch even naar het raadsvoorstel kijkend. Hè. Dan wordt gezegd inventarisatie van voorzieningen in de kernen. En dan wordt er een onderverdeling gemaakt tussen beschikbaar, nodig en gewenst. En we gaan in eerste instantie ons richten op wat is er nu beschikbaar. En dat gaan we inventariseren. Tenminste, zo lees ik het hele verhaal. En volgens mij is het tijdens die inventarisatie van beschikbaar, is het helemaal niet verkeerd om te gaan onderzoeken of je bepaalde objectief vast te stellen gegevens mee kunt nemen in die inventarisatie, om vervolgens misschien wel objectiever te kunnen zeggen, wat is er dan straks nodig? Is het nodig? Is gebleken dat het niet nodig is? Werkt het nog wel? Werkt het nog niet? Gaat dat veel effort? Het zegt weer wat. Dat wil niet zeggen dat je dan je hoofd daarbij neer moet gaan leggen. Je kunt vervolgens natuurlijk daar van alles mee. En natuurlijk moet je dat bij de bevolking neerleggen, maar je hebt weer wat gegevens meegenomen. Ik zou het een gemiste kans vinden. En nee, dat zul je niet voor alle voorzieningen kunnen doen. En bij de ene gaat het over, is het exploitatie groen of rood? Functioneert het of functioneert het niet? Is het financieel plus of financieel min? Bij een andere is het pand in slechte staat en moet het er zo... Natuurlijk. Een vrijwilligersdatabase die we graag als voorziening willen hebben als boodschappendienst. Alleen, ja, helaas, er zijn geen mensen die dat hebben willen doen. Maar het zijn wel, het zijn wel dingen die je mee kunt nemen als je toch al aan het inventariseren bent. Vandaar de opmerking. Er staat heel specifiek beschreven dat dat allemaal niet meegenomen wordt. En ik zou dat dus, daar waar mogelijk is, wel mee willen nemen. En verder, ja, uiteraard graag snel van start, want de volgende stap, nodig en gewenst, die gaat heel moeilijk zijn, want dat moet je met z'n allen gaan doen. Maar wel een hele boeiende en een hele belangrijke. Dank u wel, meneer Schuring. Verder geen reacties, want ik zat erop te denken. We hebben alle fracties gehad. Ik wil meneer Van Martels als wethouder graag het woord geven. Ja, dank u wel. Nou, het is volgens mij heel duidelijk dat we ermee aan de slag kunnen. Hoe we dat dan gaan doen, dat is voor ons nog wel even denkwerk. We hebben duidelijk in het voorstel staan, we gaan niet de staat van de voorzieningen in beeld brengen. En als we het wel zouden doen, ja, dan kun je dan ook weer een discussie gaan voeren, in welke mate doe je dat dan? En je kunt best zeggen, heel globaal even aangeven van dat het een uitstekende staat is of een belabberde staat. Dus dat kan ook redelijk snel, denk ik. Dus maar als u echt vraagt om dat heel gedetailleerd uit te werken, dan is dat haast niet te doen en dan vergt het ook veel meer tijd. En dan zal deze opdracht ook pas later dan het eerste kwartaal van 2017 gereed zijn. Ik stel wel voor om er iets over te zeggen, maar dan wel in een hele, in een minimale vorm. En dan gaat het ook steeds meer weer die vraag, wie gaan we dan bevragen, met wie gaan we het gesprek aan? Georganiseerde verbanden en misschien ook nog een ongeorganiseerd. Laat u dat maar aan ons over hoe we daarmee omgaan. Ik bedoel, ik heb genoeg munitie gekregen om daar nu gewoon mee aan de slag te kunnen gaan. En wat dat betreft zie ik het wel als een betuiging van dat het op deze manier van start kan gaan. En dat gaan we dan ook zeker doen. En dan komen we, zoals het nu lijkt, het eerste kwartaal van 2017 bij u terug. Om dan samen te bespreken van... hebben het op een goede wijze aangepakt en dan zijn we met z'n allen reuze benieuwd naar de uitkomst hiervan, denk ik. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor uw reactie. En u gaat meer aan de slag, geeft u aan. En u kunt een globale weergave van de staat mogelijk toevoegen. Gaat u dat doen? Nou, ik heb alleen aangegeven dat we een hele minimale vorm dat gaan weergeven. Ja, dat wordt gedaan. Dat gaat u doen, dat is fijn. En het plan van aanpak zoals dat nu voor ligt, zeg maar even, of de inventarisatie in het voorstel van het proces, gaat u nu verder ontwikkelen? Inderdaad. Inderdaad. Voorzitter, mag ik daar nog een vraag over stellen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. De wethouder gaat dus voort met het ontwikkelen van die lijst. Mag ik daaruit ook opmaken dat u iets ruimer kijkt dan de lijst zoals die nu ligt? Nou ja, als we het gesprek aangaan met de partijen, dan komt waarschijnlijk vanzelf wel naar voren dat we misschien wel breder moeten gaan kijken. Dus wat is beschikbaar, wat is nodig en wat gewenst? Dan zullen we regelmatig misschien te horen krijgen van dat met de gesprekspartners, dat er dan weer nieuwe inzichten ontstaan en ook mogelijk nieuwe zaken toch even belicht moeten worden. Dus ja, het is al heel ruim beschreven. Er staat, als u ziet hoe ruim het beschreven is,
om daar nog een schepje bovenop te doen, daar zijn we graag toe bereid. Maar het moet wel ook aan de orde komen tijdens de gesprekken die gevoerd gaan worden. Dank u wel voor deze laatste toevoeging. Voorzitter, mag ik daar één korte aanvulling nog? Ik zie uw lampje niet. Vandaar dat ik u telkens mis. Neem niet kwalijk. Hij is echt rood. Jawel, mijn lampje. Hij had oranje moeten wezen. Ja. Ik betrap me er zelf op bij de voorzieningen met het verloop van aanwezig en gewenst en nodig, dat we het alleen maar hebben over meer. Maar ik hoop dat er ook in meegenomen wordt dat als er voorzieningen zijn die misschien dan wel niet gewenst zijn, dat we ook die kant op kijken. Want dat zou ook nog wel eens voor kunnen komen. Dat zie ik als een logisch gevolg ervan. Ja. Fijn, dank u wel voor deze toevoeging en laatste bevestiging. En daarmee concludeer ik dat we kennis genomen hebben van het proces van de inventarisatie van de voorzieningen. De wethouder heeft aangegeven voldoende munitie te hebben ontvangen om aan de slag te kunnen in het eerste kwartaal van 2017. Gaan wij zien wat het heeft opgeleverd. We zijn benieuwd. En daarmee heb ik agenda per rond en gaan we over naar de regionale samenwerking jeugd en de GRBVO. En ik wil eerst de wethouder vragen om dat even te vertalen. Om te vertalen, u vraagt wat de BVO betekent. Dat is de bedrijfsvoeringsorganisatie van de GR, van de 11 samenwerkende gemeenten in de regio IJsseland. En dat is om alle inkoop, facturatie, administratie te regelen namens die 11 gemeenten. Fijn, dank u wel. Dan weten we waar het over gaat. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren. Want een GR-BVO, dat klinkt wel heel vaag. Voor degenen die ermee werken natuurlijk niet, maar wel voor degenen die meekijken misschien. En agenda punt 7 gaat daarover. En het is de bedoeling om kennis te nemen van de stand van zaken, van de regionale samenwerking jeugdhulp, de verlening van de verlenging, neem je niet kwalijk, van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsuitvoeringsorganisatie jeugdhulp IJsseland voor 2017 en het traject van visieontwikkeling op regionale samenwerking jeugdhulp 2017-2020. En u heeft eind 2013 ingestemd met het regionaal transitiearrangement en voor de jeugdzorg dan. En in oktober 2014 heeft de Raad ook toestemming verleend aan het college om de gemeenschappelijke regeling op te zetten, te treffen. En dat is de bedrijfsvoeringsorganisatie, de wethouder gaf het al aan, Jeugdzorg IJsseland geworden. Later in dit jaar moeten er besluiten worden genomen over de formele voortzetting daarvan. En daarop vooruitlopend kan de Raadscommissie nu kennis nemen van de stand van zaken en de verlenging voor de BVO, bedrijfsvoeringsorganisatie, voor 2017. Informerend. En dan wil ik graag vragen om in één ronde in principe te behandelen. Dus vragen en voor zover uw opinie wilt geven, kunt u die geven. En dan vatten we samen, probeer ik dan, althans. En dan zijn er mogelijk nog aandachtspunten voor het college, dan wel de wethouder. Wie heeft vragen en mag ik als eerste het woord, ook voor de opinie? Wellicht kan dat ineen. Meneer Wildvank. Dank u wel. Vragen en opmerkingen dan in één keer maar. Om te beginnen even een korte vraag. De veranderagenda die ook over dit onderwerp ging, stond onlangs informatief op het RIS. Dit onderwerp komt echter ter bespreking in de Raad. Dus ik kon niet helemaal goed scherp krijgen hoe nou die afweging wordt gemaakt, wat er nou via het RIS gaat en wat hier in de Raad wordt gebracht. Wat we verder concluderen is dat de gemeente Zwolle in dit onderwerp vaak het voortouw neemt. Nou, dat is op zich goed te begrijpen. Hè? Dalfs is daarin enigszins volgend. En dat is ook geen enkel probleem, maar we willen er wel een beetje voor waarschuwen dat we niet helemaal kritiekloos meegaan. Want we hebben wel degelijk ook een eigen verantwoordelijkheid hier. We hebben een taak als gemeente en dat doen we samen met anderen. En we kunnen het niet alleen maar hebben over de financiering. We zijn ook inhoudelijk verantwoordelijk. Want een onderwerp als deze heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld je woonvisie. Je prestatieafspraken die je te maken hebt met de woonstichtingen. En daar zit gelijk mijn tweede vraag. Je ziet nu dat, wat ik net al zei, de veranderagenda, dit onderwerp, de woonvisie en de prestatieafspraken komen allemaal zo op enig moment een keer langs, al dan niet via het RIS. Hoe zorgen we ervoor dat we hier op een wat geordende, samenhangende manier op enig moment ook over kunnen besluiten? Want nogmaals, de consequenties die
datgene wat we voor de jeugd organiseren, voor jongeren organiseren, de consequenties die dat heeft voor bijvoorbeeld zo'n woonvisie of prestatieafspraak, hoe brengen we dat nou met elkaar in verband? Dus dat is mijn tweede vraag. Voor het overige hebben we er kennis van genomen en vinden we het een prima stuk. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. De praktische voorstel, die, zoals die verwoord is in het stuk, dat kan ik begrijpen en ik heb er kennis van genomen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. We hebben op zich geen vragen, maar we hebben wel wat zorgen die we willen uiten. We vinden het fijn dat we geïnformeerd worden over de stand van zaken. Notitie is duidelijk. Maar toch bekruipt ons het gevoel dat de jeugdzorg een dossier is waar geen grip op is. Het gevoel wordt versterkt door diverse signalen. De verklaring van de accountant die op zich laat wachten. We krijgen signalen dat de communicatie er niet is of moeilijk is. En overal ervaren we traagheid als het gaat om jeugdzorg. Niet alleen bij deze gemeente, maar in het algemeen. Dat baart ons zorgen. De CDA-fractie wil ervoor waken dat de mensen tussen wal en schip vallen en niet tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben. Door een stroperige manier van werken, CQ-beleid. Hoe dit op te lossen, ja, dat is een lastige, maar toch komen wij bij de voorjaarsnota met een eigen voorstel. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Schuring, VVD. Heel kort, kennis genomen van. Dank u wel, meneer Schuring. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst onze dank voor deze informatie en hierover. En ik heb het al eerder gehoord, valt aan de ene kant veel te zeggen en eigenlijk valt er ook niks over te zeggen. En dat is omdat we eigenlijk heel weinig weten over het beleid en over de cijfers. De afspraken in het RTA waren destijds een prima basis. En zoals wij het begrijpen, loopt de jeugdhulp nog vooral via de oude kanalen en op de oude wijze. En dat is ook de afgesproken zachte landing en garantie van zorg. Dat hebben we afgesproken met elkaar. Nu krijgen de gemeenten langzaam meer overzicht op zowel de zorg die wordt gevraagd als de bijbehorende kosten. Hoe ver is Daalsen in de transformatie? Kan de wethouder daar iets over zeggen? Want het lijkt ons namelijk dat dat helder moet zijn als je dat traject van visieontwikkeling rond die samenwerking ingaat. Dan moet je eerst weten waar sta je als Daalsen? Wat wil je? Wat is jouw beleid? En wat kan je, op welke terreinen kan je daar samenwerken? En dat zijn wel belangrijke vragen. Hè? Die zijn samengevat in de drie vragen die in het stuk staan. Dan nog iets over het traject zelf, hè, waar iets over gezegd wordt. Een onderdeel daarvan zijn de participatiebijeenkomsten voor raadsleden. In de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat het gaat om zowel inhoudelijke vragen als vragen als hoe krijgt de innovatie vorm, hoe ontschotten we de jeugdzorg, wie verwijst, wanneer, als een vraag rond bedrijfsvoering. Er werden heel veel vragen en mogelijkheden neergelegd, maar we hebben de achterliggende informatie nog niet. En wanneer krijgen we die verdere informatie? En dan lijkt het onze fractie handig dat we dan de derde informatiebijeenkomst waarvan gesproken wordt, dat we die houden als we die informatie hebben, zodat we dan ook inhoudelijk een gesprek kunnen voeren. De tweede bijeenkomst waarnaar verwezen wordt, is jammer genoeg volgende week, gelijk met onze raadsvergadering. Dus dat is jammer, want daar kunnen we niet naartoe. En we zien graag dat het verslag van die bijeenkomst op het RIS gezet wordt, zodat we als Raad van Daalsen geïnformeerd zijn over wat er daar besproken wordt. Een stukje over de verlenging van de samenwerking. De redenen om nu al te kiezen voor verlenging in 2017 zijn helder. De inkoop moet worden voorbereid, het is specialistisch en het kan niet wachten. En daar zijn we het wel mee eens. Deze transitie kreeg weinig tijd van invoering en daarom is het goed om voor het vervolg wel voldoende tijd te nemen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de stand van zaken van de regionale samenwerking jeugdhulp. Het herrijkingstraject, en daar refereerde mijn buurvrouw ook al even aan, van de visie op de jeugdzorg loopt op dit moment, dat weten we. En de eerste bijeenkomst daarvan heb ik bijgewoond. In afwachting van die nieuwe visie lijkt het ons goed om de samenwerking gedurende 2017 voort te zetten. En dan vooral omdat hierdoor het inkoopproces ongestoord kan plaatsvinden. En dat komt ten goede aan de cliënten die gebruik maken van de jeugdhulp. Het is wel belangrijk om goed te kijken, maar dat is ook al meer gezegd, wat de effecten voor de gemeente Daalsen op langere termijn zijn bij het mogelijk voortzetten van de samenwerking. En een voorwaarde om, of eigenlijk goed participeren in het traject zoals dat geschetst is, is een voorwaarde daarin en erg belangrijk. Maar ook daarin moet ik aansluiten bij mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Het traject loopt niet geheel ten gunste van onze eigen planning hier. En dat is jammer. Aansluitend graag op het RIS dat verslag. En ik heb ook begrepen dat wij de stukken zullen krijgen. Dus dat wil ik nogmaals onderstrepen.
En daarmee kunnen wij instemmen met de plannen zoals die er liggen. Dank u wel, mevrouw Kappert. Wil de wethouder nog reageren? Of? Ja, zeker, dank u wel. Ik kan me voorstellen dat de raad af en toe moeite heeft om te doorgronden wat speelt er nou zich allemaal af binnen de jeugdzorg. En op welke momenten komen wij als raad in beeld? En ja, de meneer Wildvang die vraagt dan ook van wanneer komt er nou op de rissen? Wanneer is het nou op een manier wordt naar voren gebracht zoals vanavond? We kunnen al in ieder geval stellen van als er besluitvorming moet plaatsvinden, dat is natuurlijk komt het altijd in de raad. En voor ons is het soms ook een beetje afwegen van wanneer zetten we het op de rist en wanneer brengen we het in de commissie. Maar daar heeft natuurlijk ook de agendacommissie een rol in. Die bepaalt natuurlijk ook wat wel of niet besproken gaat worden in commissieverband. En misschien kunnen zij ook nog eens een keer uw wensen als het gaat om enige samenhang tussen het moment van... op welke manier iets naar voren wordt gebracht om daar nog eens even over te gaan praten. Ik zie daar, voor dit moment kan ik daar niet direct een antwoord op geven. En u stelt als andere punt tijdens uw inbreng dat Zwolle leidend is. Nou, zo ervaar ik dat niet. Ik bedoel, het zijn 11 gemeenten die samenwerken binnen deze regio. En dan wordt het juist op een hele goede manier met respect voor ieders inbreng. En iedereen heeft ook het gevoel dat ze... wel degelijk in de besluitvorming een wezenlijk onderdeel vormen. Het is niet zo dat Zwolle leidend is. Zwolle neemt wel, als het gaat om in dit geval de BVO, is onderdeel van de gemeente Zwolle en daar vindt het plaats. Maar inhoudelijk gezien is Zwolle niet leidend. Dat kan ik zeker niet stellen. Ik hoop dat ik je daarmee wel die suggestie in ieder geval uit de wereld kan helpen. Ik hoor ook... Mevrouw Voorzitter, mag ik er even kort op reageren op dit punt? Wethouder uit laten spreken, dan mag u reageren, meneer Wild. Ik hoor ook links en rechts dat we geen grip hebben op de jeugdzorg. Het is heel verleidelijk om nu ook inhoudelijk in te gaan op allerlei vragen van hoe ver zijn we de transformatie in Dalfsen. Nou ja, één ding weet ik wel zeker van, dat de vermindering van het budget gaat harder dan de manier waarop wij de transformatie kunnen vormgeven. Dat is een ding dat duidelijk is, maar dat hadden we in het begin ook wel voorspeld. Transformatie is een traject van wat enkele jaren duurt. En we hebben goede stappen gemaakt. En als het gaat om tussen wal en schip vallen, dat voorkomen we nou juist door met in deze regio op deze manier samen te werken. Dat was nou de essentie van zorgcontinuïteit wilden we waarborgen in 2015 en 2016. Dus daar zijn we volop mee bezig. Daarnaast moet die transformatie natuurlijk nog veel meer vorm krijgen en veel meer gestalte krijgen. Maar daar moet de basis ook worden gelegd bij de professionals. Dat gebeurt nog in onvoldoende mate, dat kan ik rustig zo stellen. En daar moeten we met z'n allen ervoor zorgen dat we daar meer actie op ondernemen. Daar ben ik het in ieder geval wel mee eens. Jammer dat inderdaad die bijeenkomsten die georganiseerd zijn in de regio, die drie bijeenkomsten, dat het nou net inderdaad de tweede bijeenkomst samenvalt tijdens een vergadering van de voorjaarsnota. Dus dat is uitermate betreurenswaardig. Ja, het verslag zal zeker op de risico geplaatst worden, gaan we voor zorgen. Zowel het eerste als het tweede, maar ook de derde. Ik hoop dat bij de derde dat het niet samenvalt met binnen de planning van de gemeenteraad. En ik beluister wel dat iedereen het ermee eens is dat die BVO dat in ieder geval voort kan gaan in zijn werkzaamheden. Ja, is volgens mij ook essentieel, want dit is echt een technisch, gewoon een vehikel dat gewoon opgetuigd is om het ons op technische manier ons te ondersteunen. En die inkoop, die facturatie en administratie goed vorm te geven. Dus daar moeten we ook zeker mee doorgaan. Over inhoudelijke zaken, ja, dan krijgen we natuurlijk het voorstel over hoe gaan we in de regio na 2016 met elkaar verder. Ja, dan moeten nog wat harde noten worden gekraakt van hoe gaan we bijvoorbeeld om met de vereveling. Dat voorstel dat zal in het derde kwartaal van dit jaar naar voren worden gebracht, dus direct na de vakantie. Krijgt u daar meer over te horen? Dank u wel, meneer Van Martels, voor uw beantwoording. Meneer Wildvang heeft aangegeven nog even te willen reageren. Ja, even kort op dat punt of Zwolle nou wel of niet leidend is. Nou, ik nam het woord voortouw in mijn mond. Zwolle neemt een beetje het voortouw. Dat vinden we ook helemaal niet zo gek, gelet op de omstandigheden. Ik bedoel, je kan natuurlijk iets met 11 organisaties doen, maar als de organisatie als zodanig ondergebracht is in die grotere gemeente, is het helemaal niet zo gek dat die ook daarin een voortrekkersrol op zich neemt. Heb ik direct nogmaals gezegd dat het niet problematisch is. En aan de andere kant moeten we ook wel alert blijven dat daarmee we de boel ook niet op het bordje van Zwolle komt te liggen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid. Dat was mijn opmerking.
Dank u wel, meneer Wildfank. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik had een vraag gesteld, of ik had er iets over gezegd, over de informatie die we nodig hebben om hier in het najaar serieus met elkaar over te kunnen praten. Dat we daar informatie over nodig hebben, van wat is onze eigen visie, want hoe kan je anders, want het gaat ook niet alleen over financiële zaken, maar ook over inhoudelijke zaken. Dus daarvoor hebben wij informatie nodig. En ik had de vraag gesteld, misschien niet duidelijk genoeg, of wij iets meer informatie daarover kunnen krijgen, over hoe het gaat in Daalse, voordat wij dus in september of oktober daar iets over moeten zeggen, over hoe we die samenwerking verder vorm willen geven. Nou, als het voorstel wordt gepresenteerd, er liggen er ook alle documenten aan ten grondslag. En die presenteren we, dan krijgen we een wat beter beeld. Dan krijgt iedereen een beter beeld van hoe gaat het nou daadwerkelijk. En dan kunt u ook beter een oordeel vormen. Dus daar wordt voor gezorgd. Maar het is altijd de vraag van, kunnen we voldoende data leveren? Dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Dat komt langzaam zeker op gang. Steeds krijgen we meer inzicht over het hele rijden en zeilen met betrekking tot de jeugdhulp. En de relevante cijfers die beschikbaar zijn, die zullen we presenteren. En dan kan er altijd weer de vraag voorkomen, maar hoe staat het hiermee en daarmee? Maar we proberen echt de cijfers en de zaken die relevant zijn, die brengen we naar voren. Laatste opmerking. Nou, ik heb duidelijk gezegd dat het niet alleen om de cijfers gaat, maar ook over het beleidsmatige, de visie inderdaad erop. En daar zou ik dan ook wel graag iets meer willen weten. Dus niet alleen maar alle cijfers, maar welke visie heeft Daalse, hoe werkt Daalse, wat wil Daalse met de jeugdzorg, voordat je in september dus gaat zeggen hoe je die samenwerking wilt. Omdat er ook inhoudelijke punten. Dat voorstel komt dus in het derde kwartaal, ja, zoals de wet. Maar ik kan nu al zeggen dat onze visie niet daadwerkelijk gaat veranderen. Die visie is al 2 jaar geleden geformuleerd. En we hebben op het moment nauwelijks aanwijzing dat we die visie moeten herformuleren. En dat is onomkeerbaar. De manier die ingezet is, die wordt voorgezet. Alleen we zullen wel misschien op accenten moeten leggen om bij te sturen. Maar echt de visie die we eerder geformuleerd hebben, die blijft overeind. Dank u wel, wethouder, voor deze laatste opmerking. We hebben kennis genomen van de stand van zaken. De verlenging van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie. Jeugdhulp IJsseland voor het jaar 2017 en het traject van visieontwikkeling op de regionale samenwerking 2017-2020 jeugdhulp. Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee is agenda punt 8, rapportage Ombudscommissie Sociaal Domein. Op de tribune is ook meneer Van Kuik aangeschoven, dank u wel. Mevrouw Kappert heeft gevraagd om bespreking. En in 2015 hebben we de Ombudscommissie Sociaal Domein ingesteld. En de taak van de commissie is het behandelen van klachten en meldingen en het daarover adviseren en doen van suggesties ter verbetering. De rapportage is 2 keer per jaar aan het college afgesproken. En het rapport met de reactie van het college is ter informatie aangeboden op het raadsinformatiesysteem. En mevrouw Kappert heeft gevraagd om dit te agenderen voor de commissie. Daarvoor zitten we nu bijeen. In principe behandeling in 1 ronde. Voor zover er vragen zijn, kunt u die stellen. En ik wil graag uw opinie daarbij horen. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Een reden voor ons om dit op te voeren was niet zozeer de inhoud van het rapport, als wel het feit dat we een jaar onderweg zijn en de commissie voor 2 jaar is aangesteld. En deze rapportage eigenlijk een mooie aanleiding is om de stand van zaken op te maken zo halverwege de termijn van zitting. Je kunt daarmee wachten tot de evaluatie na 2 jaar, maar mocht er dan toch nog iets zijn waardoor we denken van nou, daar kunnen we of de commissie mee ondersteunen of het ambtelijk apparaat, is dit een mooi moment. Dus dat was de reden voor ons om hem alsnog op te voeren en dank dat hij op de agenda geplaatst is. Het lijkt ons goed om met elkaar kennis te nemen van die eerste rapportage en met elkaar van gedachten te wisselen over het feit of die Ombudscommissie voldoet aan wat wij destijds voor ogen hadden. Het is tenslotte wel een nieuw orgaan, dat functioneert binnen het roerige sociaal domein waar het soms nog zoeken is naar de weg. Dat geldt niet alleen voor de commissie, maar ook voor de ambtelijke afdeling en ook voor ons als raad. Daarnaast is het goed dat de inwoners van Daalse op deze manier nogmaals het bestaan van de Ombudscommissie onder de aandacht krijgen. Want ik denk dat daar ook nog wel wat te halen valt. Uit de rapportage blijkt ook dat er nog niet zo heel veel meldingen waren in het eerste jaar. En zeker gezien het aantal aanvragen voor ondersteuning, zoals het college ook in hun beantwoording zegt, is het aantal meldingen gering.
Nieuwe informatie leert mij dat het eerste halfjaar van 2016 al wat anders laat zien. Dus blijkbaar komt het langzaam het besef bij de inwoners dat zij ergens kunnen aankloppen voor ondersteuning. En dat is goed. We hebben de behoefte om een aantal zaken uit de rapportage of aanbevelingen te onderstrepen. En één daarvan is de communicatie. De commissie doet een aantal aanbevelingen. Het college gaat er serieus mee aan de slag. Dat blijkt ook wel uit de beantwoordingen. Maar die communicatie willen wij nogmaals onderstrepen. Brieven vanuit de gemeente graag in begrijpelijke taal. Zonder ambtelijke termen en afkortingen als dat mogelijk is. Want daar gaan mensen de draad verliezen. En begrijpen ze het niet meer. En juist die mensen die vragen om ondersteuning of die extra hulp nodig hebben, dat zijn de kwetsbare, dat is een kwetsbare doelgroep met vaak complexe problematiek. De commissie adviseert dan ook mondeling toe te lichten. Ik denk dat dat een prima suggestie is. Andersom denk ik ook van daar waar mondelingen afspraken gemaakt worden, en wordt deels ook al wel genoemd, maar ik wil nogmaals onderstrepen, is het handig om die ook schriftelijk vast te leggen, zodat mensen iets hebben om op terug te vallen. Want een gesprek volgen is al één, maar vervolgens ook nog alles terug kunnen halen is twee. Dus die schriftelijke bevestiging, maar weer in begrijpelijke taal, lijkt ons een hele goede. Dan lezen we dat de samenwerking tussen ambtelijke afdelingen en ombudscommissie steeds beter verloopt. Dat is mooi. De feedback van de commissie is waardevol voor een goed contact en een goede communicatie met de mensen die vallen binnen de doelgroepen van het sociaal domein. En ik denk dat de ambtelijke afdeling daar haar voordeel mee kan doen. Dus ik wil ze daar ook echt... Ik wil dat ook echt onder de aandacht brengen. Dat de insteek is. Hè. De commissie is een ondersteuning. En daar kunnen ze echt van leren, denk ik. Dus pak dat en ga ermee aan de slag. Wij zijn blij met het werk van de commissie. En wij wensen een goede samenwerking toe. Met succes en veel wijsheid voor het komende jaar. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. Voor een deel sluit ik graag aan bij mevrouw Kappert. Positief werk wat de ombudscommissie doet. En wij vonden ook de adviezen erg nuttig. En daarbij wil ik ook graag opmerken dat we de reactie van het college erg constructief en nuttig vinden. Dus we zien uit naar de uitwerking daarvan. Onze vraag ligt wel in het verlengde en dat betreft de communicatie. We hebben ook een signaal ontvangen dat de ombudscommissie gewoon nog niet bekend is. Dus eigenlijk is de vraag heel simpel. Gaat het college daar nog wat aan doen de komende tijd? Dank u wel, meneer Koetsier. Heldere vraag en uw opinie. Meneer Wildvank. Ja, dank u wel. We vallen dan gezamenlijk misschien wat in herhaling, maar dan toch ook wij zien het belang van deze ombudscommissie. We hebben er immers in het verleden ook zelf voor gepleit om deze in te richten en ondersteunen ook graag de opmerking van mevrouw Kappert om opnieuw bekendheid te geven of nog eens een keer en wat extra bekendheid te geven aan het feit dat de commissie er is. En voor het overige sluit ik me graag aan bij de vragen die daarover gesteld zijn. Maar ik hecht eraan om te herhalen dat wij het belang van deze ombudscommissie wel heel erg hoog inschatten. En het feit dat er wat weinig reacties bleken te zijn in het eerste driekwart jaar, eerste jaar. Dat is wat ons betreft niet maatgevend om toch te pleiten voor een continuering. En ik ben blij om te horen dat er in 2016 al wat meer aanvragen zijn of meer vragen zijn. We vinden het erg belangrijk dat de commissie er is. Dank u wel, meneer Wildvank. Verder nog mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik zal misschien dingen zeggen die al gezegd zijn, maar dan zeg ik ze toch nog een keertje om het te onderstrepen. Onze dank voor deze rapportage van de ombudscommissie en ook de serieuze wijze waarop het college de aanbevelingen oppakt. Zoals al gezegd, zijn we blij hier nu over kunnen praten. De Raad heeft immers om deze ombudscommissie gevraagd uit zorg voor onze inwoners en hoe het hen vergaat bij alle veranderingen in het sociaal domein. We willen graag 5 opmerkingen maken. Eerste, het is een heldere rapportage en duidelijke aanbevelingen door het college worden overgenomen. De tweede, dat is ook al eerder genoemd, er zijn in verhouding niet veel klachten binnengekomen. En dat is aan de ene kant iets om blij mee te zijn. Tegelijk roept het de vraag op hoe bekend en vindbaar de ombudscommissie is.
De vindbaarheid heb ik nagezocht en via de site van de gemeente is de commissie goed te vinden. Maar bekendheid is moeilijker te meten. Navraag heeft me geleerd dat niet veel mensen deze commissie kennen en daar kan echt winst gemaakt worden. Het derde punt. In de reactie van het college wordt een paar keer verwezen naar de nieuwe site Samen Doen in Dalfsen. Nou, dat is een prima site, veel informatie en het is snel te vinden. Het vierde punt. In zowel de rapportage van de commissie als de reactie van het college missen we de participatieraad. Er is niet met deze raad gesproken en ook bij de aanbevelingen wordt ze niet genoemd. Dat is jammer, want bij een aantal aanbevelingen kan ze een hele goede bijdrage leveren. Bijvoorbeeld eenvoudige taalgebruik of het verhelderen van procedures. De laatste opmerking gaat over het moment van bespreken. We zien graag dat de volgende rapportage zo spoedig mogelijk wordt geagendeerd. Dit jaar verloopt de zachte landing en zullen de effecten van alle veranderingen merkbaar worden. De verwachting is dat er dit jaar meer knelpunten naar boven zullen komen en ik heb al gehoord dat dat zo is. En daarom pleiten we ervoor om de onderwerpen op het sociaal domein zoveel mogelijk te clusteren, zodat dit integraal besproken kan worden. Bij het vorige agendapunt werd het ook al door een aantal collega's genoemd. Want dat is nodig als we als raad het overzicht willen houden. Samengevat, voorzitter, een heldere rapportage met duidelijke aanbevelingen. De PR blijft een punt van aandacht. De participatieraad kan meer worden ingezet en we willen graag een snelle, integrale bespreking in de commissie. We wensen de Ombudscommissie sterkte bij hun werkzaamheden en we hopen tegelijk dat ze niet al te veel werk zal hebben. Dank u. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik wil meneer Van Wattels. Ja. Ja, wilt u het woord nog? Want u ja, graag, maar ik... Neem u kwalijk, meneer Van Wattels. We gaan eerst nog even dacht, naar meneer Royakkers. Mevrouw Lasje, die mag voor. Allereerst denk ik dat er complimenten dienen te gaan naar het college en de ambtenaren. Voor het geringe aantal klachten, laat ik het zomaar noemen, dat door de commissie behandeld is. Ook is het prima dat men het grootste deel van de aanbevelingen overneemt. Ik was alleen wel verbaasd door het doorkijken voor het eerste halfjaar van 2016 dat het dan meer zouden zijn. Misschien had het ook in de rapportage gekund. De commissie verwijst naar de pogingen om haar bestaan bij de burgers onder de aandacht te brengen. Prima. Maar dat is natuurlijk ook nooit genoeg. Er zijn nog bewijsbaar velen die haar bestaan niet kennen. Doorzetten maar, herhalen en nogmaals mededelen. Ik sluit ook aan bij de vraag van het CDA. Wat mij aanspreekt is de aanbeveling om brieven en mededelingen simpeler op te stellen of zo men zelf zegt, burgervriendelijk. Maar dat is vakwerk. Haal er dan maar een echte tekstschrijver of reclamebureau bij. Het is wat flauw, maar dat kan de commissie zichzelf ook aantrekken. Dan ziet men ook hoe moeilijk dat is. Als voorbeeld een stukje uit de rapportage van de commissie. Bij deze commissie kan een ieder die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, waarschijnlijk bedoelde ze geld, klachten, meldingen of signalen inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering doen. De commissie richt zich op problemen die zich voordoen bij de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Nou, ik denk dat dat wel lastig is. Ik heb zelf gedacht om het simpeler te formuleren, maar... Mag ik u daarop reageren? Dit is een rapportage aan het college, niet aan onze burgers. Oké, maar goed, burgers kunnen het ook lezen. Maar wat ik bedoelde is, het is gewoon hartstikke lastig om het heel eenvoudig en duidelijk en zonder vaktermen op te schrijven. En daarom vandaar mijn advies om er of een reclamebureau of tekstschrijvers bij te betrekken. Daar wilde ik het even bij laten. Voorzitter, bedankt voor uw correctie. Ik ga nog wel eens te ver in die dingen, maar het was goed bedoeld. Dat begrijp ik, dank u wel. Het was wel even om aan te geven dat die opmerking van u niet relevant was in deze setting. Meneer Schuring, VVD. Ja, heel kort. Veel over communicatie wat eruit gekomen is, waar een leerpunt is. Dat wordt allemaal overgenomen, begreep ik. En een klein spanningsveldje tussen integraal werken en de privacyregels, wat wel een spannende gaat zijn. Ik ben wel benieuwd hoe het college daar mee omgaat. Gaan. Maar dat gaan we lezen in het vervolg. Dank u wel, meneer Schuring. Er zijn een paar vragen gesteld en ik wil meneer Van Wattels vragen om daarop te reageren. Kort graag en dan komen we erop terug. Dank u wel en houd het simpel vooral. Hè? Dat, ook in de beantwoording is dat belangrijk, denk ik. Niet alleen in de manier van communiceren naar de cliënten, naar de mensen in Dalfsen, om helder te communiceren. Kort en bondig. Nou, in ieder geval goed om te horen dat er brede waardering is voor de werkzaamheden van de Ombudscommissie. Dat vinden we als college zelf ook. Op een heldere, constructieve wijze zijn de aanbevelingen gedaan richting het college.
Daar hebben we, nou, denk ik, op een manier gereageerd waarvan we denken dat het gewenst is. Ook omdat we vinden dat de Ombudscommissie en samen met de participatieraad en alle partijen in het veld, dat we er samen voor kunnen zorgen dat we het sociaal domein zo kunnen inrichten dat het zich steeds verder ontwikkelt en dat, ja, daar gaat het uiteindelijk om, dat de netwerken zo gesloten worden dat niemand, dat iedereen in beeld is en dat er tijdig kan worden ingegrepen, preventief handelen, vroegsignalering, allemaal belangrijke termen waar we op zijn gericht. En dan moeten we wel zorgen als het gaat om de preventieprikkel, dat het ook geen perverse prikkel wordt, want het moet niet zo zijn dat er natuurlijk ook specialistische zorg soms achterwege blijft, omdat we denken van, nou, we moeten eerst maar eens kijken hoe het in de preventieve sfeer kan worden opgelost. Soms als de specialistische zorg moet worden verleend, dan moeten we daar natuurlijk ook tijdig moet die zorg worden verleend. Maar als het gaat om de Ombudscommissie, ik proef een beetje van dat er enige huiver zich bij de Raad van, nou, er zijn weinig klachten, dus de Ombudscommissie zal wel niet zo bekend zijn. Nou ja, ik weet niet of je die conclusie zo 1, 2, 3 kunt stellen. Als ik zelf vraag naar de Ombudscommissie van, in hoeverre zijn wij nog bekend? Horen ze wel eens signalen van dat de Ombudscommissie niet voldoende bekend is voor de mensen die graag een beroep willen doen daarop? Nou, dat signaal wordt niet vaak gehoord. Neemt niet weg dat we toch wel wat meer nog zullen proberen om de Ombudscommissie in beeld nog beter te profileren, in beeld te brengen. Maar we hebben natuurlijk ook al de nodige inzet erop gepleegd. En de vraag is in hoever kun je daarin gaan? We zullen wel iets doen, zeker. En we hebben op de website hebben we natuurlijk al de nodige aandacht aan besteed. En de www.samendoenindalsen.nl besteedt ook heel veel aandacht aan. En we zullen in samenspraak met de Ombudscommissie nog eens gaan kijken van of er mogelijkheden zijn om de Ombudscommissie nog beter te profileren. Er wordt ook gezegd van, nou, de aantallen in begin 2016 richting de Ombudscommissie die zijn hoger dan 2015. Dat heb ik ook nog niet gehoord, dus dat moet nog blijken. Volgens mij ligt die ongeveer op hetzelfde niveau als het afgelopen jaar. Dus dat moet allemaal nog blijken. In ieder geval, dat signaal heb ik niet gekregen. Er wordt ook gevraagd van een snellere bespreking van de rapportage als die binnengekomen is. Is inderdaad, gaan we dat zeker doen, want het duurt nou inderdaad wat te lang. Het lag ook in het feit dat wij eerst dachten van dat het rechtstreeks naar de Raad zou gaan. Maar wij, wat dat betreft zijn wij tekortgeschoten en hadden wij direct te harte moeten nemen dat rapport en vervolgens de aanbevelingen richting de Raad sturen. Dus dat heeft iets te lang geduurd. Excuses daarvoor, zal de volgende keer niet weer gebeuren. Die samenwerking met die participatieraad, dat is gewoon belangrijk. Ik bedoel, dat heb ik net al gezegd, van alle partijen in het veld moeten zorgen dat we in contact staan met elkaar. Het gaat om de samenhang, de samenwerking en dat proberen we te bevorderen. En als dat onvoldoende gebeurd is nu, ja, dan moeten we zorgen dat het beter gaat gebeuren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor uw reactie en de beantwoording van de vragen. We hebben kennis genomen van de rapportage. Er zitten een aantal verbeterpunten in die aan het college zijn gedaan. Daarin zijn de aanbevelingen overgenomen, voorzien van de nodige opmerkingen. En u gaf aan de volgende rapportage. Wanneer kunnen we die tegemoet zien? Twee keer per jaar rapporteert de Ombudscommissie richting de college. Dus deze was volgens mij begin van dit jaar. Dat betekent dat derde of vierde kwartaal van dit jaar zal dat weer aangeboden worden. En gaan we dat bespreken binnen de commissie of nemen we er kennis van via het raadsinformatiesysteem? Bespreken wordt gefluisterd links. Is dat een... Ik blijf stil, maar wat mij betreft bespreken. Akkoord. Fijn, dank u wel. Meneer Vormatos zal dat vervolgens aanbieden op het moment dat hij binnen is. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Dank u wel voor de reacties en de gedane aanbevelingen en opmerkingen. Dank aan de Ombudscommissie voor deze rapportage. En daarmee hebben we agenda punt 8 afgerond naar agenda punt 9, besluitenlijsten van 9 mei en 17 mei 2016. Niet te rap. Geen opmerkingen, dan stel ik de besluitenlijsten vast. Dank u. En punt 10 is de sluiting. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng, voor de positieve manier van reageren. En wens u nog een fijne avond en wellicht tot de volgende keer.